Zo zou ik gewoon beginnen? Oh, Goed. Begin. Hoi, ik ben Ole. En vanuit Villa de Bank met Nelson achter de knoppen is dit Art Safari. Tijdens Art Safari balen we ons door middel van een diepteinterview een in weg door de hedendaagse cultuur. En vandaag doen wij dat met Pieter de Wit. Hallo. De Wit is psychiater. Hallo. En wij gaan het hebben over psychiatrie. Dat kan niet missen? En de creativiteit. Helemaal goed. Maar te beginnen bij de psychiatrie. Ja. Hoe word je psychiater? Uh, door heel lang heel veel te studeren, maar iets preciezer. Uh, want dat is de vraag waar je net zei dat je wat op in wou gaan. Uh, het is voor veel mensen niet duidelijk wat Psychiater eigenlijk is. En wat psycholoog dan is, en wat psychotherapeut dan is. Uh, dus dan leg ik dat gewoon even uit. Kijk, uh, psychiater is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie. Klinkt als een open deur: hoe kom je daar? Dat betekent dat je de artsopleiding gedaan hebt, en als je de artsopleiding af hebt, even in hoofdlijnen, dan moet je kiezen. Wat je gaat doen als arts. Dat kan huisarts zijn, dat kan chirurg zijn, dat kan neuroloog zijn, dat kan gynaecoloog zijn en dat kan ook psychiater zijn. Dat betekent dat een psychiater een arts is die zich daarna gespecialiseerd heeft in de psychiatrie. En laat ik maar voor de eenvoud zeggen dat de psychiatrie alles aangaat wat ziektes van waarnemen, voelen, ervaren, tussen anderen in het contact zijn. En dat type problematiek is. Um, en dan schakel ik even naar de psycholoog, want dat is de ander daarin. Iemand die psycholoog is, die heeft geen medicijnen gestudeerd, die is geen arts, die heeft psychologie gestudeerd. En als je psychologie gedaan hebt, kan je van alles doen in het leven. Je kan in de reclamepsychologie werken, je kan in het bedrijfsleven werken, je kan wat ook doen, maar je kunt je ook toeleggen op. Het behandelen van mensen, dat is de psychotherapiekant. En meestal, als mensen zeggen van ik ga naar de psycholoog, dan ga je naar de psycholoog als psychotherapeut. En dat is dan iemand die vanuit haar of zijn ervaring en opleiding probeert om iemand te helpen die een probleem heeft met gevoel, waarnemen, sociaal zijn enzovoort. Dus het psychotherapiestuk, het probleemgebied. Is op hoofdlijnen hetzelfde. Als je het over het verschil hebt, is het een opleidingsverschil. En vanuit dat opleidingsverschil betekent het dat de psychiater, eh, als arts, ook zicht heeft op de lichamelijke kant. en ook zicht heeft op de medicatie. en dus degene is die medicatie voor mag schrijven en daar de verantwoordelijkheid voor mag hebben. Voor de rest maakt het feitelijk niet zoveel uit. Natuurlijk is er altijd een. Hierarchische struggle, dus uh, als beroepsgroep zie je heel vaak dat de psychologen zich proberen te meten met de psychiaters. Waarbij, als je dat beroepspolitiek wil zien, het ook wel weer grappig is dat de psychiaters zich vaak weer willen meten met de lichamelijke specialisten als de neurologen en uiteindelijk de chirurgen. Maar dat is een soort uh, beroepspolitiek iets. In, in het werk uh, maakt het niet zoveel uit, dus... Uh, ik ben de laatste die zal zeggen dat als je problemen hebt, dat je dan door een psychiater beter geholpen bent dan door een psycholoog. Dat is echt klinkklare nonsens. Maar het is natuurlijk wel zo dat, bijvoorbeeld in een organisatie die dit type hulp aanbiedt, dus de GZ-organisaties hier in Twente, is dat bijvoorbeeld Mediant. Is het natuurlijk wel zo dat de psychiaters de eindverantwoordelijkheid moeten hebben over de behandeling van laat ik zeggen ernstig ontregelde of ernstig zieke mensen, uh, maar in een vrije praktijk kan het heel goed zijn dat je gewoon bij een psycholoog bent die verder nergens bij hoort en die als die een vraag heeft of als zij een vraag heeft een bevriende psychiater kan bellen van goh, ik maak me toch wel heel erg zorgen over die of die. Zou je mee willen kijken? Heeft hij misschien medicijnen nodig? Wat, wat, wat is de origine van, of iets terugkoppelen, ja? van die, van die beroepsveten? Dat, uh, dat je de psychiaters even we oh, willen graag neuro-specialist? Of, uh, nou, kijk, van oudsher, als je helemaal teruggaat in de geschiedenis, uh, ik denk dat het vak psychiatrie, pak ik dat meteen mee, als medisch vak is dat eigenlijk pas gaan ontwikkelen ergens in de 19e eeuw. Nou, misschien is dat wel aardig om te zeggen. De, tot 1800, als ik daar ongeveer een streep trek, hadden we eigenlijk geen wetenschappelijke geneeskunde. Wat je had is dat mensen aan een universiteit arts werden of chirurgijn, niet eens aan een universiteit. En dat deze mensen gewoon de zieken hielpen. En dat je een soort. Uh, dat het eigenlijk niet zo geformaliseerd was. Dus uh, iedereen kon dat wel zo'n beetje doen. En daarna ontstond bijvoorbeeld rondom kloosters ontstonden plekken waar mensen geholpen werden. Rondom universiteiten ontstonden plekken waar mensen geholpen werden. En uh, uiteraard was het zo dat de rijken en de hoogstaanden uh, van de wereld, die zorgden ervoor dat mensen die verstand hadden van geneeskunde, dat ze die. Een plek gaven. Nou, uh, ik zeg niet dat het helemaal onwetenschappelijk was, maar eigenlijk had je dan gewoon een dokter die wel wat ervaring had en die naar het best van haar of zijn kennis en vermogen iemand hielp die bij hem kwam. En dan kon dat over kruiden gaan en dan kon dat over leefregels gaan. En dat was natuurlijk ook de wereld waarin dat uh, het geloof uh, eigenlijk de maatschappelijke en de maatschappelijk denken erg bepaalde. Dus de dokter stond vaak naast of bij uh, de priester of ja. de pastoor... als ik het even vanuit het katholieke kant zeg. En dit heeft zich eigenlijk zo doorontwikkeld... totdat, als je het historisch zegt, met de verlichting... Uh, de wetenschappelijke benadering überhaupt uh, vorm begon te krijgen. En dat... Um, omdat we de wereld meer wetenschappelijk gingen analyseren. We ook de lichamelijke wereld lichaam, eh, wetenschappelijk gingen analyseren. Dus niet zozeer wat zie ik nu aan jou en wat ervaar ik daar toevallig bij. Nee, ik ga naar. Deze man kijken en ik zie twee blauwe ogen. En die blauwe ogen die staan op 10 centimeter van elkaar. En die meneer die zegt tegen mij dat hij hoofdpijn heeft. En dan ga ik meten of dat dat te maken heeft. Of dat zijn ogen 10 of 12 centimeter uit elkaar staan. Nou, dat is wat nou. anders dan Lombroso-theorie. Nee, nee, dat is helemaal los ervan. Okay, ik had ook nee. je, je schoenzol kunnen zeggen. Okay, ja? Ja, nou. ja. Die wetenschappelijke benadering en de zeg maar individuele benadering. die hebben heel lang langs elkaar opgelopen totdat eigenlijk, laat ik het naar de psychiatrie toe trekken, uh, men de zieke mensen in grote getalen bij elkaar ging verzamelen in wat we nou ziekenhuizen noemen of gestichten, en dat artsen daar ingestapt zijn die eigenlijk geen persoonlijke relatie hadden met deze mensen en die in die berg van leed die zich daar afspeelde eigenlijk begonnen zijn om te meten en te tellen Hoeveel van wat zich voordeed. Mm -hmm. ja? Nou, zo, zijn, zo heeft de chirurgie zich ontwikkeld, zo heeft de interne geneeskunde zich ontwikkeld. Zo heeft natuurlijk de gynaecologie zich ontwikkeld, en zo heeft zich ook de neuropsychiatrie ontwikkeld. Maar dan kom je een beetje in die, uh, die uh, diagnostieke omgevingen. Jawel, maar dan maar even voor, voor jou: uh, dan zie je dus dat onze diagnostiek heeft minstens twee poten. Dat is de ene poot. Vanuit het weten van wat je kan waarnemen. en wat je geleerd hebt. dat bij die waarnemingen past. En anderzijds is dat. wat je uit het persoonlijk contact met iemand meemaakt. en wat je daarin denkt. iemand te kunnen herkennen. en iemand te kunnen helpen. in zijn probleem of zijn groei. Laat ik dat even wat duidelijker maken. In de 19e eeuw moet het zo geweest zijn. Dat in die grote gestichten eigenlijk alle mensen met zodanige problemen dat ze niet maatschappelijk konden functioneren, bij elkaar gebracht werden. En dat dat, dat gewoon één grote berg van leed was, waar zeer goed bedoelende paters en nonnen, laat ik het zomaar even typeren, deze mensen probeerden te voeden en, en, en de dag door te laten brengen. En eigenlijk niemand geen idee had wat er nou eigenlijk gaande was. In die tijd zijn de eerste, wat wij nu noemen, psychiaters... daar binnengestapt gestapt en die zijn eens gaan kijken van... hé, hey, wat is er nou met die mensen aan de hand? Dus er waren mensen die uh, door verdriet verslagen werden. Wij noemen dat depressie. Er waren mensen die geen contact hadden met de gangbare realiteit... en kennelijk bezig waren met van alles en nog wat uit een andere realiteit... zijn we schizofrenie gaan noemen. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Die ontwikkeling heeft geleid tot de wetenschappelijke kant van het verhaal. En eigenlijk heel parallel. Eh, en daar is de naam van Freud aan verbonden, als je het leuk vindt om te horen, is. Altijd. Altijd. Rondom de, de figuur van Sigmund Freud was iemand die ook wetenschappelijk in die zin talent opgeleid was. En die man die heeft in het, uh, in het wenen, in het rijke wenen van toen. Heel sterk het gevoel gehad van. Hey, al dat hysterisch gedrag en al die problemen, dat kan geen gewone ziekte zijn. Dat moet ergens van komen uit dat mensenleven. Dus die is gewoon heel stoïcijns. Elke dag een uur bij zo'n patiënt gaan zitten. En die heeft gewoon eens helemaal opgeschreven wat die mensen allemaal zeiden of te berde brachten. En hij heeft daar. Uh, gewoon zonder. Heeft alleen die mensen aan de praat gehouden. En alles wat daar voorbij kwam. heeft hij zeg maar opgeschreven. En hij is daarna. geesteswetenschappelijk gaan analyseren. wat in dat wat al die mensen zeggen. een niet te ontkennen patroon was. Zo is hij tot bewust en onbewust gekomen. Zo is hij tot die ontwikkelingsfase Die bestonden gekomen. daarvoor nog niet? Niet als, zodanig. Schen, nee. niet als zodanig. Hij is de eerste. Die dat is gaan verwoorden. Um, hey, nou ja, goed. Dat mag je misschien helemaal niet zeggen, want ik heb hem natuurlijk nooit gekend. Maar uh, het moet een hele harde werker geweest zijn. En misschien wel zelf op het autistische af. Je moet je voorstellen: ik denk dat je je dat als kunstenaar kan voorstellen. Dat jij uh, 30, 40 jaar van je leven. zes van de zeven dagen in de week. van s morgens acht tot s'avonds zes. elke drie kwartier. Een ander naast je op een bank hebt liggen, die ander alleen aan de praat hebt en alleen aan het opschrijven bent wat die ander zegt en in het gesprek eigenlijk alleen datgene doet wat jij nou met mij doet uh, wat nodig is om die ander aan de praat te houden. En dan ga je zitten schrijven en dan ga je dat s'avonds zitten analyseren en jij gaat uit al die verhalen naar voren proberen te halen welke patronen daar eigenlijk in kunnen zitten. Nou, dat is. Monnikenwerk. Ja, dat is gewoon echt monnikenwerk. En in zijn tijd werd hij ook voor, simpel gezegd, voor gek versleten, dat hij daar allerlei patronen in zag. En dat hij daar bijvoorbeeld uh, seksuele verlangens in zag. Of dat hij daar uh, verstoorde relaties met de ouders in zag. Hij werd daar voorkomen voor gek versleten. Um, ik denk dat ik het historisch ongeveer goed weergeef als ik het volgende zeg. In kleine kring was er toen wel enthousiasme voor iemand die goed naar je luisterde, maar in grotere kring werd die gewoon uh, heel vaak niet au serieus genomen. Um, wat er toen eigenlijk gebeurde is dat je in uh, 1418 had je die grote wereldoorlog, dus eigenlijk zo'n vergelijkbare ramp als dat zich nou in Oost-Oekraïne vertrekt. De eerste. De eerste wereldoorlog. Ja. En en als je 1418 zet, dan denk ik. Oh ja, ik sorry. Dat is de eerste weer. Voor de, voor ja, de, voor de 19, mensen die al een 14. hele tijd gelegen geschiedenis ja. gehad hebben. <laughs> uh, van 1914 tot 1918 was Kijk. er eigenlijk in Europa een hele grote oorlog: van Duitsland en Italië tegen de rest. En dat is met name in Noord-Frankrijk en België. Een hele grote ramp geworden. waarbij letterlijk honderdduizenden soldaten. vier jaar lang vanuit loopgaven. elkaar bestookt hebben met granaten en gas en machinegeweren. En dat blijkt uitzonderlijk goed te zijn voor de psyche. En daar, die zijn maar bij elkaar, misschien maar zo breed als Twente. op en neer gegaan in die vier jaar. Miljoenen doden. En die soldaten die kwamen terug. Doe ik nog een historisch feit. Dat was de vorige grote griepgolf. Want toen al die soldaten terugkwamen. Kwamen, had je natuurlijk een hele grote bevolkingsgroep die erg uitgeput was en een hele beperkte weerstand had, die ook veel contact had in die, in die loopgraven en, en al die andere gorigheid met allerlei dieren van dichtbij. Dus waarschijnlijk is toen vanuit een uh, dierlijk milieu een nieuw griepvirus overgeslagen op de mensen. Dat heeft toen eigenlijk net als nu in de eerste winter, in de eerste twee winters. Dat de mensen er nog geen natuurlijke weerstand tegen opgebouwd hadden, heeft dat miljoenen doden gekocht, gekost, grote Spaanse griep. En daarna is, dat, uh, is de weerstand onder de mensen toegenomen, is die griepgolf afgezakt, en zien we eigenlijk net als nu dat er al die griepen daarna zijn in feite. Uh, meestal afgezwakte vormen van die griep die toen onder de mensen gekomen is. En eigenlijk uh, voor de echte liefhebbers zie je nu met het COVID-gebeuren hetzelfde. Uh, anderhalf, twee jaar geleden is er inderdaad een grote sterfte geweest, ook onder voorheen gezonde mensen, van een voor de mensheid nieuw virus. En we zien de laatste twee jaar dat het eigenlijk gewoon aan het gelukkig aan het ontwikkelen is naar een gewoon griepprobleem. Dat uh, vinden de virologen misschien niet allemaal leuk om te ja, horen. En komt dat ze dan niet zoveel op <tus> zee komen? Nou, kijk en Oli die achterdocht, daar wil ik je even iets van zeggen. Ah, ja. ja, kijk, daar wil ik ja. iets van zeggen. Kijk, het um, is vrij gemakkelijk om als je dit patroon ziet, om van waaruit inderdaad een hele hoop uh, gekte uh, zich over ons uitgerold heeft en waarbij we inderdaad het, uh, de figuur van een massahysterie hebben kunnen zien, om dat toe te schrijven aan individuele figuren. Uh, dat is iets ingewikkelder. Nou ja, nee, ik mag ik daarop reageren. Ja, natuurlijk. Nou, ik, ik zie het eerder als zijnde um, een heel menselijk probleem. Want op het moment dat jij de kans krijgt om in het opt op de optimale top van je kunnen en je functie, en ook de erkenning daarvoor krijgt, dan uh, is het moment dat dat weg komt te vallen bijna. Jammer. En dan kan ik me ook voorstellen dat je daar... En dat, hoeft, dat is niet alleen voor de viroloog. Ja, ja, ja. Maar ook ja, ja. voor de politicus. En, en voor de, en de, de... Nee, maar dit, dit, dit hele... Kijk, maar dit, dat is zowel aan de... zeg maar, Dat is wel leuk, want dan zit je dicht bij de kunst. Dat is zowel in de presentatie of de aanbodkant... Want er is... Eigenlijk praat je over angst. Er is een hele hoop angst ontstaan... Dat je eh, zomaar dood kan gaan. We zijn gaan zoeken, waar gaat dat over... En dan blijken de virologen uh, degene te zijn die iets kunnen zeggen over, in dit geval, die, die eiwitpartikels die zich net wel niet levend vermeerderen in je lichaam. Ja, even zoals wij hier Klink, zitten. Het klinkt een beetje als een geestelijke die jou vertelt hoe. de Ja, nee, maar kijk, in werkelijkheid, als we, uh, het is echt waar dat wij hier alle drie, we zitten hier met drie mensen op meer dan anderhalve meter van elkaar, dus maak je geen zorgen. Maar wij zitten bomvol virussen. Ja? En bomvol bacteriën. En dat is maar goed ook. Ja? Maar als dit zo gaat schuiven, dan ontstaat er in onze maatschappij een, een beweging waarin de paniek erg versterkt wordt. Wij met onze mobieltjes en zo de hele tijd die paniek willen ervaren en versterken. Dan ontstaat er een enorme behoefte aan iemand die dat kan duiden en gerust kan stellen. En deze mensen die onder, die staan onder een hele hoge druk om dat verhaal weer te geven. En daar is geen kwaad woord bij. Wat er gebeurt is dat dit mechanisme heel snel zo sterk wordt dat eh, wat die mensen op tv en in, dat soort, en in de politiek gaan zeggen, snel afstand neemt van de feitelijke realiteit. Ik zou ook niet weten hoe het anders kan. Ja? Ik kan alleen met iedereen getuige zijn van hoe dit de afgelopen drie jaar gelopen mm. is. Mm. En dat je ook ziet van die uh, COVID-golf. die heeft zich door de hele wereld doorgezet. En je ziet alleen grote maatschappelijke verschillen in hoe daarmee omgegaan is. Ja? In Shanghai is het nou nog dat hele woonwijken afgesloten zijn. en dat mensen uh, bijna gewapenderhand in hun huis opgesloten worden. en drie keer per dag getest moeten worden. In Scandinavië. Hebben ze na de eerste griepgolf, al, na de eerste COVID-golf, al heel gauw gezegd: van jongens, laten we vooral proberen gewoon te doen. Uh, in Afrika uh, heeft die uh, COVID-golf precies hetzelfde gedaan, maar als jij gewoon op een land van 14 miljoen mensen maar 14 psychiaters hebt, dan heb je misschien twee virologen. Dus uh, dat ze in Mozambique of in Malawi. Uh, dit verder uh, gelaten hebben voor wat het is, is natuurlijk volstrekt duidelijk. Ja. Nou, waar, hoe komen we hier? We komen hier omdat ik aan het uitleggen was hoe dat met wetenschappelijk gegaan is, hoe dat, want hoe dat met Freud gegaan is. Ja. Want toen kwamen we, pak ik even terug. Freud was onder de Weense elite. Uh, hij niet alleen, maar hij is de belangrijkste woordvoerder daarvan in die tijd een luisterend oor geweest voor alle mensen met ernstige niet begrepen klachten. Hij had die in die tijd theorie ontwikkeld dat een mens zich als persoon ontwikkelt in relatie tot de ouders en dat daar herkenbare stappen in zijn van de mens als baby, de mens als peuter, de mens als kleuter, de mens als jong kind en daarna als volwassene. En hij had in die theorie gezien dat bijna alle menselijke problemen terug te voeren zijn op het als het ware blijven hangen in dit soort patronen. Nou, daar werd hij natuurlijk in grote kring over geridiculiseerd. Totdat we, en dan zijn we terug bij de Eerste Wereldoorlog, totdat daar letterlijk honderdduizenden soldaten terugkwamen die ook zonder dat ze feitelijk geraakt waren, heel ernstige problematiek liet zien. En dat is toen, die... Een beetje die, die PTSD. Dat is wat wij noemen shell shock we, no, Shellshock PTSD. Ja, ja. En toen bleek dat deze mensen alleen te begrijpen en te helpen waren door uh, de methode die Freud ontwikkeld had, of een variant daarvan, door die serieus te nemen en toe te passen. En dat was uh, eigenlijk het beginpunt van de hele beweging waarin de psychologie en de psychotherapie een hele grote vlucht genomen heeft uh, in het begin van de vorige eeuw. Dus en dan, krijg je, dan krijg je een beetje dat stereotype beeld van iemand die op een bank ligt en iemand die precies. op een stoel naast zit en ja ja ja, ja. Een aantekeningen. Nee, precies, dat, want dat, dat is namelijk dat, dat, is, dat is hoe hij dat deed. Dat is hoe ja. hij dat deed ja. en dan zie je precies die uh, ook dat is weer weer historisch grappig. Deze man heeft met heel hard werken het op deze manier gedaan. Dat wordt dan tot methode verklaard. Heel begrijpelijk. En iedereen gaat dat dan proberen na te doen. Nou, nogmaals, in de, ik weet dat je, jij in de kunstwereld zit, uh, dan heb je precies hetzelfde probleem als iemand, uh, bijvoorbeeld, dan laat ik het nog gewoon bij wat jullie fine arts noemen houden. Als iemand wil tekenen of schilderen, hoe ga je dat leren? Dat ga je leren door precies de methoden en technieken toe te passen waarvan men denkt dat de grote schilders voor jou dat gedaan hebben. Ja, Dus ik ben bang dat jullie eerstejaars, eh, of bang, dat zal wel zo zijn, dat die allemaal appeltjes moeten schilderen. Ik heb net begrepen dat het naaktportretten dat dat niet meer verplicht is. Mag. Mag, ja. precies. Maar dan zie je dat je dus een methode probeert te kopiëren. die in een eerdere fase succesvol was. In de hoop dat je daarmee je basistechnieken eigen maakt. Waarmee je in de latere beroepsuitoefening een in de kunstwereld een product, in de psychotherapiewereld een behandeling kan leveren... die voor het probleem wat voor ligt, of voor de patiënt, erg zinvol is. Maar dan zo, daarmee zeg je in feite dat de, de techniek die ontwikkeld is door Freud... Uh, euh, als in zijn topmethode omgedat En daarmee uh, hebben ze het eigenlijk verkeerd opgepikt. Nee, ik ben... Of... Nee, maar, 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 maar hier, Net hetzelfde als net met, uh, met uh, Koopmans en, en hoe de virologen allemaal heten maken. Geen kritiek. Het is hoe het werkt. Ja, ja? ja nee, dat, dat begrijp ik. Ja. Want het is logisch dat als ja. iemand al zoveel tentie in stopt, dan ga je dat niet nog eerst 60 keer herhalen om te kijken of Precies. Dat, dan ga je dat daarop verder. Ja. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat elke psychiater straks gaf je aan dat je gaat vanuit een artsopleiding. Ja? De feitelijke. Ja. Realiteit, uh, meetbaarheid werken. Ja? Maar daarbij zit ook een stuk. Um, uh, contact met het persoon wat tegenover ja? je zit. Dus ja. ik kan me in die zin ook wel begrijpen. dat uh, per psychiater anders werken is. Uh, terwijl je wel een vergelijkbare opleiding hebt genoten. Oh ja, nee, nee. Wacht even. Dat is sowieso. even voor de mensen die luisteren. Elke arts werkt natuurlijk individueel zoals hij of zij werkt. Ja. Ik zou het ook op zijn zachtst gezegd een beetje arrogant vinden om te bedenken dat alleen psychiaters mensen zijn die creatief hun eigen werk gaan. En dat uh, chirurgen een soort uh, robotachtige houddegens zijn die geprogrammeerd je buik opensnijden. Ik help het hopen van niet, toch? Ik help het hopen van niet. Nou ja, bedoel nee, maar ja. tegelijkertijd, ik kan me ook wel voorstellen dat vanuit het perspectief van een chirurg. Maar ik ben geen chirurg, ik heb nee, nog nooit nee. chirurgie toegepast. En nog nooit echt met een chirurg gesproken. Maar ik kan me voorstellen dat er wel een, een bepaalde parameters zijn. waarbinnen een chirurgische ingreep geslaagd is en waarbuiten niet. Ja, ja, nee, dus het is, is, het is een een erg handig dat een chirurg niet de zenuw doorsnijdt. maar alleen de ader die op dat moment verstopt zit. Nee, het grote verschil tussen de chirurgie en de psychiatrie in wezen. is dat het werkveld van de chirurg. is. Het lichaam zoals zich dat feitelijk driedimensionaal aan je presenteert. Ja. Dus met een knipoog kan ik zeggen. Een chirurg is iemand die van een zwaar zieke een licht gewonde maakt. Waarna deze persoon vanuit zichzelf herstelt. Wat doet namelijk een chirurg? Je hebt een klacht en je, of een serieus probleem. En het is een probleem waarvan een ervaren huisarts of wie dan ook. Kan zien dat dat terug te voeren is op iets wat in het lijf kapot is en in het lijf te repareren is, dan kan een, uh, is een chirurg iemand die opgeleid is en de kunde en de vaardigheid heeft en de verantwoordelijkheid wil nemen om dat te zien, te begrijpen en jouw lichaam te openen, en dan in het lichaam iets te herstellen en uh, zeker genoeg te weten dat het daarmee beter wordt. Um, eigenlijk is dat hartstikke eng als je er gewoon naar kijkt. Ja. ja, dat is eigenlijk hartstikke eng. Maar dan moet je er ook weer niet te heroïs tegenaan kijken. Want chirurgen zijn geen uh, eenzame cowboys die met een mes door het MST trekken. Nee, die werken natuurlijk in teams en we weten natuurlijk heel goed waar het over gaat. En die ingrepen die zijn bijna altijd heel erg afgeperkt. Ja. Want we weten heel precies wat, wat die mensen, die weten heel precies wat ze doen. Toch is dat natuurlijk in zichzelf ook een creatief vak. Op het moment dat jij daar aan het werk bent, nogmaals, ik ben niet verder gekomen dan als co-assistent assisteren bij een aantal operaties voor die tijd, maar blijft staan dat dat net zo goed een creatief vak is waarbij jij als opererende chirurg met je eigen inzicht en, en, en ervaring aan het kijken bent, wat je op dat moment het beste kan doen. Ja. ja. Want je wou het over creativiteit en ja, inventiviteit hebben. Nou, dat ja. is precies dat schijflak. Ja, want het, 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 um, uh, dat is de parallel ook in relatie. De, de, die, die is tweeledig dan. De parallel hmm. tot aan de naar de psychiatrie, maar ook als inzijnde zijnde. Um, uh, dat? Uh, de. Uh, Hetzelfde proces ondergaat iemand die met een psychologisch probleem bij een psychiater mm -hmm. terechtkomt. Namelijk, je gaat van een, een zwaar gewonde iemand maken die van op eigen kracht weer verder Precies. kan genezen. Ja. En als daar medicatie bij nodig blijkt te zijn, dan ja? is dat een kruk, als het ware. om Ja, weer... nou, medicatie kom ik zo op. Oké, okay, laat ik, het, ik nee, nee, maar, laat je gaan. even helpen. Maar, even, haal ik het even terug, ook voor, mag ik het zo zeggen, voor de luisteraars. We hebben dus gezien dat je. Waar ik nu sta, dat er simpel gezegd drie soorten geneeskunde zijn. Dus niet helemaal, maar even voor de eenvoud. Je hebt mensen die een probleem analyseren, die zien dat het probleem een lichamelijke ondergrond heeft en die daar een behandeling voor instellen. Ja. Dat kan simpel gezegd snijdend zijn, dus door het openmaken, dan kom je bij de chirurg uit. Dat kan simpel gezegd een probleem zijn wat je. Met medicijnen kan behandelen. Laten we even zeggen dat je dan bij de internist uitkomt. Of dat kan een probleem zijn, wat op die manier niet zo makkelijk te begrijpen is. Laten we even zeggen dat je dan bij de psychiater uitkomt. Ja. ja? Natuurlijk is het allemaal veel verder doorontwikkeld, maar even voor de, voor, de, voor de basis. Wat is het probleem waar de mensen voor bij de psychiater komen en waar de psychiater zich mee bezighoudt? In feite. Zijn er mensen die in het gewone leven uh, vast dreigen te lopen, ongelukkig worden, uh, hun functioneren in hun functioneren vastlopen of in hun gedrag problemen bieden voor hunzelf en de omgeving? Als dat tot zodanige overlast of klachten leidt, dat zeg maar voor de eenvoud, dat bij een huisarts. ter tafel komt. Dan is de huisarts de eerste dokter die kijkt of luistert eigenlijk. En als die dan vaststelt van hé, hey, dat is niet een probleem wat met één gesprek van een kwartier opgelost is. Dat is niet een probleem waarvan ik kan zeggen van hé, hey, je kunt beter naar een advocaat of naar uh, de bakker gaan. Dan kan die huisarts zeggen van oké, okay, misschien moet je eens naar een psycholoog of een psychiater gaan om eens wat beter uit te zoeken wat er aan de hand is. Ja. Waar kijken wij dan naar? Hoe, hoe, hoe werkt een psychiater? Want dan kom je binnen. Ja, ja. Nou, ja dan. Nou, en dan? Dan uh, lig je op de bank. Nou, dat doen we heel zelden meer. Oh, nou. heel maar, zelden. Waar komt dat vandaan dat dat niet meer gebeurt? Um, nou, ik wil, het ziekenfonds, of, ik wil de zorgverzekeraars overal de schuld van geven. <laughs> maar um, ik kan me heel voor, goed voorstellen... dat ze bij mensen het kostentechnisch geen goed idee vinden... Dat ik mijn voor mijn volledige uursalaris betaald word. als ik iemand elke dag een uur zie. voor 14 <laughs> jaar lang. Want dan denk ik dat het niet uit kan. Dat, dat nee, nee, denk nee, nee. Ik. Waar, waar, waar komt het vandaan dat die, dat die bank weg is? Dat is enerzijds dat aspect. Het, de volstrekte overkill aan tijdsinzet. door de uh, psychiater, de therapeut. Voor die individuele patiënt. Dat is. niet haalbaar en niet meer nodig. Nee, ik, Om... ik bedoel letterlijk de bank. Oh, de bank! Ja, waarom is de bank er niet meer waar je op Omdat de bank. de bank was het, het, de methodiek. die Freud ontdekt had. dat je iemand in nagenoeg volledige ontspanning had. en in volledige ontspanning deze persoon. Uh, in gesprek kon zijn. eigenlijk met zijn. Eigen beelden van wat er dan ook speelt of wat er ook voorbij komt. Dus we praten over het uh, Wenen, het Europa van het eind van de 19e eeuw, dus nogmaals 1890 bijvoorbeeld. Uh, in die wereld, nou eigenlijk zoals je deze pseudokamer hebt aangekleed, dat was een beetje de sfeer van die tijd. En sociaal acceptabel ontspannen is op een couch. Ja. ja. Uh, het was uh, tegenwoordig zou je gaat, de hele mensheid gaat naar yogales en is dan in een strak lycra pakje uh, op een matje bezig. Klinkt als je in gesprek te beginnen. In die, die tijd was dat niet <laughs> aan orde. Ja, dat <laughs> was gewoon niet aan orde. Ja? Hmm. Nou, dus de, die bank was gewoon het fenomeen waar Freud op gekomen was: hé, hey, kennelijk zijn mijn patiënten dan het meest ontspannen. Ja. ja. Maar die ontspannenheid is dus niet meer zo, staat niet meer zo centraal nu. Um, dat, dat zou je in vergissen. Waar het om gaat, is dat we uh, steeds beter leren om in het, in het evenwicht van je focussen op wat de kern van het probleem is, en ruimte laten voor uh, noodzakelijke ruimte laten voor zelfontdekking. Dat we, want er is natuurlijk de afgelopen honderd jaar wel iets naar boven gekomen, dat het ons veel beter lukt om ons te focussen op wat de kern van het probleem is. Ja? Je zei bijvoorbeeld net uh, dat PTSS-verhaal. Um, ik zeg niet dat het altijd goed gaat, dat is het laatste wat ik wil zeggen, maar een ervaren psychotherapeut of een ervaren uh, psychiater zal in gesprek met iemand. Toch vlotter dan Freud uh, door hebben dat het probleem, als dat zo is, terug te voeren is op een traumatisch moment. Ja? Um, nou, misschien is het meest eenvoudige: als iemand tot aan een autoongeluk goed gefunctioneerd heeft en iemand maakt dan een autoongeluk mee en heeft daarna huilbuien als hij of zij de straat op moet, dan. Um, ja, is, dan is het toch wel erg voor de hand liggend dat het probleem daar begint. Maar is een, is een traumatische ervaring niet in the eye of the beholder? Nou, dat is niet helemaal zo. Ja, uiteindelijk natuurlijk wel, maar dan kom je op een soort uiteindelijkheid waarbij uh, we uiteindelijk natuurlijk allemaal mensen zijn alleen in onze ervaring. Maar uh, ook dat is denk ik een hele uh, goede vraag, zeker in deze tijd. Um, waarbij ik, wetend dat heel veel mensen meeluisteren, um, het een beetje zo zou willen zeggen. Um, ik weet dat de kans groot is dat er mensen meeluisteren die een, een serieus, ernstig trauma, of dat nou geweld of seks of wat anders is, hebben meegemaakt. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die uh, daarmee rondlopen en... De essentie van een ernstig trauma. is dat je die pijn juist niet kan delen. Ja. En eh, nogmaals, geen kwaad woord over allerlei bewegingen. om eh, ervaren pijn naar buiten te brengen. maar ik denk dat ik in zijn algemeenheid wel mag zeggen. dat mensen die in de. zeker in de publieke openbaarheid. makkelijk praten over. Uh, trauma, dat dat in ieder geval mensen zijn die gelukkig in hun verwerking van hun problemen al veel verder zijn dan mensen die ik in ieder geval in de spreekkamer zie. Heb je het idee dat die, uh, want daar is nu steeds meer aandacht voor, lijkt het, ja. dat dat ook niet een. Uh, een soort van averechts effect heeft voor de mensen die daar wel mee zitten, niet nou, mee naar buiten. Nou, en komen. daar is natuurlijk elk woord wat je erover zegt, kan meteen verkeerd vallen bij iemand voor wie het anders is. Ja. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Ik denk dat uh, trauma, eigenlijk net als dat we net over COVID praten, um, in het publieke domein uh, een connotatie heeft gekregen, dat het eigenlijk gaat over de aandacht. Nou, voor de filosofen in het discours, voor de aandacht in het publieke debat. Terwijl iemand die persoonlijk getraumatiseerd is, die zit er helemaal niet op te wachten wat er in het publieke debat gebeurt. Die is in de persoon geraakt en die loopt met een probleem wat in de persoon zo diep is, dat. Je daar per definitie um, als persoon dan niet mee om kan gaan. En dat is een. Um, maar ik denk dat dat eigenlijk een veel algemener probleem is, mm -hmm. dat uh, in onze, als je wilt, mediacratie, dus uh, ik geloof dat we allemaal meer dan een uur per dag, als het niet veel meer is, naar uh, schermpjes kijken. Dat is natuurlijk een strijd om aandacht. En. Uh, uh, ik zeg niet dat ik daar boven kan staan ik zeg alleen dat als ik het over getraumatiseerde mensen heb zoals we die in onze praktijken tegenkomen heb je het per definitie, per definitie over mensen die een zodanig probleem hebben dat ze er juist niet makkelijk over kunnen praten ja? ik bedoel ja. uh, als jou echt iets ernstigs overkomen is en je kan hier zo in de stoel zeggen van en toen was ik uh, in uh, in Lugansk en toen uh, werd ik door mijn voet geschoten. En uh, nou, dat, ik had toen eigenlijk het idee dat de wereld ophield. En toen heb ik nog een paar handgranaten van me heen gegooid. En toen ben ik met uh, Pieter de Wit gaan praten. En daarna was het over. Dan uh, lul je uit je nek. Ja, heel simpel. Ja. Ja. Maar van de andere kant, ik ben er erg blij mee... dat er in de achterliggende tijd veel meer ruimte gekomen is... ook in het publieke debat... Om vrij uit te praten over je kwetsbaarheden, je onzekerheden, je angsten. Uh, dat we ook met elkaar uh, echt vragen durven stellen bij mensen die zich heel makkelijk presenteren, die makkelijk aan de stoere of de geslaagde rol voldoen. Dat uh, bijvoorbeeld uh, mensen ook die uh, meer in het, in het licht staan. Dat die er ook openlijker voor uit kunnen komen dat, dat, uh, dat ze, ze zelf een probleem hebben, of het nou depressie is of iets anders. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb uh, ook wat zicht op de wereld die we topsport noemen vanuit mijn Duitse achtergrond. En ik denk dat het eigenlijk pas heel onlangs is, dat mensen uit de topsportwereld. Durven naar buiten te komen met hun, 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 hun spanningen, of dat, dat nou depressie is of verslaving, of in sporten die een grote macho-cultuur hebben, uh, bijvoorbeeld dat je homoseksueel in het leven staat, dat is een grote winst. Mm -hmm. Dat is een grote winst dat zich dat nu aan het ontwikkelen is. Ik denk dat we daar als maatschappij echt stappen in aan het zetten zijn. Tegelijkertijd nou. dus heb ik wel het idee dat het op bepaalde momenten ook een. Um een, een, een status-ding wordt als iemand. Ja. Want op het moment dat jij zegt, eh, vooral in relatie ja. tot als voorbeeld: um, uh, body dysmorphia of gender dysmorphia... Dat is ja. de, de, de transgender-situatie. Ja. Waarbij um, het zijn ervan. Nou ja, ik hoorde laatst de laatste term: um, uh, transgender. En dat is dan iemand, omdat het nu heel een ding zou zijn om dat te zijn. Zich laten verleiden door en dan zelfdiagnostiek, of. Ja, nee, maar dat is, dat is helemaal waar. Ik bedoel, ik ga is even het dan Is het dan op een gegeven moment niet zo dat als dat de norm wo wordt langzaam, dat mensen. Ja, als je dan niet depressief bent, hoor je er eigenlijk niet bij. Nee, maar natuurlijk werken dit soort mechanismen zo. Ja. Um, als ik even terugga naar mijn studententijd, er was toen een. Uh, uh, ik zeg nou, vriendin. Een uh, een collega van ons die tijdens de opleidingstijd. Uh, erachter kwam dat hij, zij was. En dat was toen in onze omgeving. terwijl toch in het Linkse Nijmegen. we ozo zo vooruitstrevend waren. was dat een heel lastig ding. Ja, was echt een, was echt een lastig ding. Uh, voor heel veel mensen. En als ik nu kijk dat. precies zoals je zegt. dat de hele uh, seksuele identiteitsverhalen. Dat dat, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen: het kan, uh, je moet de uitzondering van de uitzondering van de uitzondering zijn, anders is het niet meer wat. Uh, ik denk dat dat van deze tijd is. Ja. En ik denk ook dat, kijk, en dat kan ik nou inmiddels toch als 64-jarige terugkijkend wel zeggen: uh, de persoonlijke identiteitsontwikkeling en het persoonlijk vinden van je weg in. In het leven en in intimiteit en in liefde en in je onzekerheden en in je verlangens. Ik denk dat dat altijd en elke generatie een lastig verhaal is. Ja? Ik denk dat dat. Nou, het lijkt me dat dat gewoon zo is. En je ziet, zeker in de achterliggende jaren, zie je snellere maatschappelijke golven waarin. ...de ontdekking en de richting daarvan op en neer schuift. Ja? Als ik bijvoorbeeld kijk hoe de... Uh, ...in de voortrekkersgroep gevoelde... ...seksuele moraal in de jaren zeventig was... ...een volstrekt ander verhaal als nou onder de jongeren. Ja? Mm. Uh, ik kan wel verklappen dat de mate van onzekerheid, stress... ...en ongelukkig zijn, dat die niet veranderd is. Nou. Maar iedereen is natuurlijk op zoek naar zijn of haar eigen weg... Uh, iedereen probeert daarin een, uh, zichzelf voor te doen als de succesvolle variant. En dat is prima zo. Ja? Laten we alsjeblieft genieten, laten we alsjeblieft proberen om met de borst vooruit uh, uh, iets te zijn wat we willen zijn. Maar laten we wel de relativiteit ervan zien. Ja, want ja? als je kijkt naar hoe nu bijvoorbeeld door social media, als je naar Instagram kijkt. Ja? waar je gewoon een filter over jezelf heen plakt en elk rimpeltje en elk spotje en dingetje pukkeltje verdwijnt, uh, dan kun je meer zijn dan de beste persoon wat je eigenlijk bent met hulpmiddelen. Uh, mm. Maakt wel dat we op een gegeven moment op een punt komen waarbij ook wel weer de vraag komt: ja, uh, waar zie je nog mensen die echt zijn, als het ware? Jawel, nee, maar precies. Maar wacht even Ik denk dat als je deze vraag stelt, dat daar een vraag achter hoort, namelijk er is in, in deze tijd wat kenmerkend is voor deze tijd, is dat we ons ontzettend intensief verhouden tot beeldvorming op schermpjes. Hmm. Ja? Uh, voor de echte liefhebbers, als je het boekje in 1984 gelezen hebt, daar werd voorspeld dat de hele bevolking onder controle gehouden zou worden door vierkante schermpjes. En ik heb wel eens met een glimlach gedacht van, nou, we zijn eindelijk zover. Waar gaat dit om? Iedereen van ons laat zijn of haar aandacht eigenlijk hijacken door al dit soort beeldvorming. Ja? Um, je bent de hele dag bezig om je aandacht naar iets toe te laten zuigen, inclusief dit gesprek, wat interessant zou zijn. Dus lieve mensen, is als, is u moment, als u op dit moment iets beters te doen heeft dan naar mij te kijken en te luisteren. Doe dat alstublieft. Niet? Ja? Nee, dat Doe dat alstublieft. Dus als je nou naast iemand zit waar je al een hele tijd eigenlijk mee had willen praten, maar daar niet aan toegekomen bent, draai de volumeknop van dit gesprek naar beneden en heb dat gesprek eindelijk eens. Dat is een veel beter besteden tijd dan naar deze 64-jarige te luisteren. Maar goed, dat is geheel aan u. Deze, dit spanningsveld, dat. En dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Ik bedoel, dat we allemaal toegang hebben tot die informatie is fantastisch. Maar we hebben ons erdoor laten overlopen. Dat is natuurlijk altijd zo. Mm. Ja? Ja, is Alles... dat altijd zo? Ja, natuurlijk. Elke Waarom? nieuwe ontwikkeling wordt met enthousiasme omarmd, mm. Mm -hmm. wordt dan te groot uitvergroot en levert daarna problemen op. Ja? Um, mag ik een klein voorbeeld noemen? Uh, ik hoor dat men in Den Haag zich op het ogenblik druk maakt over stikstof. Hmm. Moet u niet doen, 20% van de lucht, of 80% van de lucht is stikstof. Wat is er gebeurd? We hebben decennia lang het probleem gehad van honger en te weinig productie. We hebben de, de boerenstand heeft met enorm veel bloed, zweet en taan, tranen... methodes ontwikkeld om de voedselvoorziening voor de hele wereld op een geweldige manier heel makkelijk daar te stellen, maar men heeft in die ontwikkeling heeft men de bijeffecten daarvan gewoon helemaal over het hoofd gezien en de economische vliegmotor die er zat, die heeft natuurlijk de Rabobank voorop, niet vanuit qua je wil, nee, hebben met de ruilverkaveling van, de van ja. Nederland een topproductiebedrijf gemaakt voor eiwitten enzovoort. Natuurlijk betekent dat dat we ook bergen stront uh, gecreëerd hebben. Ja, daar moeten we wat mee. Ja? Uh, dat wil helemaal niet zeggen dat die boeren iets fout doen, maar daar moeten we wat mee. Dat is die hele sterke concentratie en condensatie van iets wat succesvol is, en waar je daarna de verrangen vluchten van plugt. Ja. Maar goed, we nou dwalen goed. af. Maar nou, dat nee, niet, dat denk eigenlijk? ik niet. Want als je dat zo stelt. Ik zie daar dus een directe parallel in tot. Uh, de, 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 de um, social media of, of tech-ontwikkelingen. Um, uh, hoewel ik wel het idee krijg van. Um, in het verleden was er niets mooiers. dan letterlijk één op één. het leven van je vader over te kunnen nemen. als boer zijnde. Mm -hmm. En uh, de rust en het de, de, de ritme. En als je hem mm -hmm. overleefde. Mm -hmm. En idealitair heb je het iets luxer. maar dan heb je het over. Minder zorgen en niet ja. over een nog grotere tv. Ja. Um, de technologie, uh, technologische ontwikkeling van de afgelopen honderd jaar is, naar, naar mijn zin, volgens mij is het nog nooit zo snel gegaan. Mm -hmm. uh, de technologische ontwikkeling, dat is. Uh, en daarbij komt ook heel erg de vraag: kunnen wij als mens snel genoeg mee ontwikkelen, fysiologisch, maar ook psychologisch, om goed met die technologische ontwikkeling mee te gaan? Want hij stopt niet. Nee, natuurlijk niet. En maar is het niet de goede vraag dan? Natuurlijk is dit een, een openbare Wij debat. passen ons aan aan onze omgeving. Maar onze omgeving is nu een digitale omgeving aan het worden. Ja, Steeds alleen meer. als je er naar kijkt, natuurlijk. Nou ja, bedoel maar, tegelijkertijd, je wordt, je wordt ook wel gedwongen. Maar je kunt niet meer een bankrekening openen en dan niet internetbankieren. Nee, 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 nee. Maar dat klopt. Maar uh, ik denk voor de, voor de mensen die nog lezen. dat uh, Dobelli met het nieuwsdieet daar iets heel aardigs over gezegd heeft. Liefhebbers kunnen dat gewoon opzoeken op hun tablet. Uh, wij laten ons highchecken. Wij laten ons wijs maken dat we een mobiele, een schermomgeving nodig hebben om je prettig te voelen. Ja, of ja? zijn wij er gewoon niet toe in staat om ons daar boven te zetten? Lieve mensen, als u thuis naar dit scherm zit te kijken, kijk om u heen. Als er een levende mens bij u in de buurt zit, is die ongetwijfeld veel interessanter dan dit schermpje. Ja, dat, is dat, wat dat, ik is, bedoel. dat is helemaal waar. Tegelijkertijd, uh, we zijn natuurlijk niet voor niets hier gaan zitten om uh, een, een paar vragen waarvan ik denk dat ze heel interessant zijn, daar mm -hmm. antwoorden op te gaan vinden. Uh, dus ik hoop ook heel erg dat, uh, um, die, dat we daar dan ja mee bezig kunnen zijn oh ja nee nee maar dat mag ook nee maar kijk ik, ik ik vind het ook wel heel interessant en grappig en de moeite waard om dit gesprek te voeren daar gaat het niet om maar ik denk dat het of ik denk ik denk van alles of ik zeg wat ik denk is weer zoiets maar het lijkt mij relevant om ons af te vragen in hoeverre die hele uh, scherminformatiewereld iets te maken heeft met de, het inleveren van de vrijheid om je aandacht te richten, zodat voor jou op dit moment het beste voelt en het beste uitkomt. Ja, en, en, en dan denk ik dat voor 90% van de mensen het heel goed zou zijn als ze het nu uit zouden zetten en iets anders zouden gaan doen. Ja. Want ik moet ook toegeven dat op het moment dat ik mijn telefoon in mijn hand heb, dat ik er voor echt niet gelukkiger van Nee, maar ik heb wel even gekeken dat Twente net weer een nieuwe speler aangetrokken heeft. Oké, okay, ja, dat denk ik dan. Niet nee, nee, dat is, heb jij misgelopen. Ja, een jongen ja. van Go Ahead, die komt hier voor onder 21 voetballen. Dat soort dingen. Ja. Wat, is het belangrijk? Nee, is niet belangrijk. Maar. Dat ligt eraan wie het vraagt. Nee, maar dat is natuurlijk precies het punt. Iedereen creëert in zichzelf een wereld van wat je uh, emotioneel belangrijk vindt, waar je troost in vindt. Waar je een gevoel van kracht uithaalt. Waar je uh, een gevoel van zekerheid uithaalt. En die projecties, en daar controle over hebben. dat zoek je terug in die digitale wereld. Ja? Ja. Alle Nederlanders, of een heel groot deel van de Nederlanders. checkt meermalen daags een site als nu.nl. En dat geeft je het valse gevoel. dat je eigenlijk controle hebt over de hele wereld. Ja. Ik weet wat er in de Oekraïne gebeurt. Nou, godzijdank zij niet, want het ja, is een is dat is narige... controle hebben over hebben. Ja, hele natuurlijk. Wereld. Dat is natuurlijk een controlegevoel. Ja, maar ik heb dan als ik naar nu.nl kijk niet het gevoel dat ik er controle over heb. Jawel, zie... in je geest heb jij, alles wat er staat, wordt zo gepresenteerd, geen kwaad woord over die journalisten wordt zo gepresenteerd dat, zich, dat ja. jij het idee hebt dat jij begrijpt wat er gebeurt. Ja, maar dat, dat is niet dan, dat is dan, meer dan een... heb ik mentaal. Ja, dan controle. begrijp ik wat je bedoelt met controle. Ja, ja. Als inzijnde dat je dat je ja. ja. Oké, okay. maar dat, dat is niet als inzijnde dat je controle hebt over de wereld. Nee nee nee. Maar nee dat nee. je controle nee, nee. hebt over je gevoel of je beeld van. Ja de ja natuurlijk. Nee, nee, maar, maar is... dat. is ook niet ineens een bewuste, maar meer als inzijnde uh, dat je onderdeel bent van. Ja wacht even nee maar even dan even wat, wat uh, zindelijk denken. Als we het hebben over het controle over het beeld van de wereld, dan. Uh, refereer ik voor de echte lezers aan het werk van Schopenhauer. Uh, Schopenhauer was een uh, filosoof in de 19e eeuw. Dus zijn eerste uitgave van zijn boek is rond 1818, 18 als ik het goed weet. En dat is eigenlijk zijn kernverhaal geweest waar hij op doorgegaan is. Deze man die heeft uh, het standpunt ingenomen dat alles wat er is zich aan ons presenteert, enerzijds als voorstelling en anderzijds als wil. Nou, is het natuurlijk een man uit de 19e eeuw, dus hij heeft uh, de hele gevoelskant heeft hij als wil, dus als uitgaande emotie ge gepresenteerd, terwijl je eigenlijk moet zeggen dat is wil en verlangen. En uh, hij heeft vastgesteld dat dat het enige is wat zich aan ons voor kan doen, en ook vastgesteld dat de wereld die daaronder feitelijk aan het gebeuren is, dat je die nooit kan kennen. Ja. Dus dat wij ons eigenlijk altijd bezig aan het houden zijn met datgene wat er niet toe doet. En uh, als je zijn verhaal wat beter leest, of tenminste in mijn lezing van zijn verhaal, heb ik ook wel kunnen zien dat dat uh, mede gelieerd is aan wat er in het Verre Oosten al langer bekend was. Hij is, ook, uh, hij is van de generatie die de eerste generatie van westerse denkers was die de oude oosterse teksten in vertaling tot zich kregen. En dan zie je gewoon dat wat hij daar weer geeft inderdaad in lijn is met wat je in de uh, oosterse zeg maar even voor de eenvoud enerzijds ten zuiden van de Himalaya de boeddhistische filosofie, ten noorden van de Himalaya de Taoïstische filosofie, waar dat mee strookt. Ja? Ja. Wat is daar het belang van? Wij zijn als personen gevangen in onze relatie met de wereld die zich aan ons afbeeldt, waarin wij onze gevoelens, of dat dat van wil of van verlangen is, dat we die daar in kwijt proberen te worden. Mm -hmm. ja? Dus altijd als er een probleem is, proberen wij dat in beeld te krijgen en proberen wij dat beeld te controleren en aan onze wil op te leggen. Ja, dat is de methode waar onze maatschappij op werkt. Alleen dat is een methode die afstand heeft van de werkelijkheid zoals die onderliggend gebeurt. Ja. Uh, voor de mensen thuis, gewoon terugspoelen, nog een keer naluisteren. Het klopt woord voor woord. Ja? Maar dat is een ander, dat is het controle over de ervaring van die wereld. Nee, ook gewoon heel concreet. Nemen we nog een keer de manier waarop dat we de afgelopen drie jaar het Sars 19 dus het COVID-probleem in hoge mate getackeld hebben. Ja, maar het is even, even concreet. Zoals ik het nu zo hoor wat je ja? zegt, um, is het de relatie tussen de waarneming ja? en de wil. Ja. Ja. Maar uh, het willen controleren van de wereld yeah. en het controleren van de wereld... Yeah. dat zijn uh, twee verschillende dingen. Het moment, yeah. als je stelt dat als ik wil dat Amerika uh, niet meer zou bestaan... dat yeah. dat, dat niet meteen zich manifesteert. Nee, dat is dus klopt. En, 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 nee, dat, dat, zou, dat is maar goed ook. Ja, en, ja. maar uh, daarbij is dus het controle hebben over... Een, een tweeledig of een verschillend in zijnde dat het controle hebben over de wereld is wat hmm. anders dan het hebben controle hebben over de beleving van die wereld. Want ja, maar probeer het nog eens. Want kijk, als ik nou pak even, laat ik het COVID proberen, even een ja, voorbeeld. Ja. Pakken. Ja. Uh, er deed zich plotseling een ernstige ziekte voor waar iedereen van schrok en waarvan niemand begreep hoe het kwam dat er eerst in China en daarna in Italië heel veel mensen plotseling doodgingen. ja. ja? Wat gaan wij dan doen? Ja? Dan gaan wij in deze tijd niet bidden tot de grote Odin of dat hij een hamer wil sturen of zoiets. Dan sturen wij slimme mensen daarheen om zich een beeld te vormen van wat daar zich afspeelt en dat beeld absoluut te differentiëren totdat je het beeld hebt waarin dat je de kern van dit probleem kan beschrijven. Ja? Ja. Namelijk een bolletje wat eruit ziet als een onderzeemijn. Ja? Ja. Dan gaan wij kijken hoe wij dat beeld onze wil op kunnen leggen. Mm. Wij gaan kijken hoe wij dat bolletje wat eruit ziet als een onderzeemijn... hoe wij dat op grote schaal kunnen vernietigen. Ja? Mm. Mm. En dat gaan we doen. En als we die bolletjes die eruit zien als een onderzeemijn... maar als in grote getalen vernietigd hebben met vaccins... of slimmigheden hoe we het doen... dan blijkt die ziekte te nemen, dan hebben wij ja. de wil die die COVID ook is... want die COVID zelf is ook een verschijning en een wil... Mm -hmm. dan hebben wij de wil van de COVID gebroken. Ja, ja? ja je hebt gelijk. Ja? Tegelijkertijd um, uh, dan zou je kunnen stellen dat... want in die zin zie ik de parallel tussen iemand die nu.nl checkt... Mm -hmm. en uh, de, 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 de mensen die gaan COVID ja, precies. beschrijven. Ja, ja dat klopt. Zo Vanuit die beschrijving kan worden ja. gecontroleerd. Ja. Ja. Um, tegelijkertijd. Um, de mensen die nu.nl in het algemeen checken, gaan daarna niet naar uh, China om die COVID ja. te beschrijven en ja. daadwerkelijk aan te pakken, oftewel, ja. het is een, uh, een hele abstracte. En het is bijna een soort van valse controle, valse ja. wil. Ja. Maar waarom check je nu.nl om het geruststellende gevoel te hebben. Maar ik dat niet je, gerust van nu.nl. Jawel, natuurlijk wel. Want je hebt het geruststellende gevoel dat je alle grote gevaren die er zijn. dat je die begrijpt. en dat je begrijpt dat die jou niet echt in gevaar brengen. Nou ja, oké, okay. misschien hebben mensen dat, maar zo ervaar ik nu.nl nee, niet. Nee, maar dan moet je er niet te lang naar kijken. Ja? Als ik er naar gekeken heb. dan heb ik het geruststellende gevoel dat die enorme horroroorlog die zich nu in Oost-Oekraïne afspeelt. Ja. waarbij het dictatoriale regime van Rusland. Het nodig heeft om zichzelf in stand te houden, om een moord uitrollende machine richting het westen te uh, entameren, dat die inderdaad met geweldig veel doden, maar toch inderdaad vast aan het lopen zijn. Ja? En of dat dat plus of min Garkov is, heb ik geen verstand van, maar het loopt daar wel vast. Dat is voor mij een geruststellende gedachte, want dan kan ik gewoon vanavond hier naar uh, Villa Bank om met jou dit gesprek te hebben. Ja? Ja. Anders zou ik andere maatregelen moeten nemen. Ja, maar tegelijkertijd, ja, als, als je gelooft ja. dat er staat, ja, ik kan ook niet geloven wat er staat, maar dan neem ik mezelf wel zo serieus dat ik op een paar andere punten kijk en kijk of dat het beeld wat ik uit die waarneming opdoe, of dat dat overeenkomt met andere waarnemingen. Als dat vrij aardig klopt, dan zal het wel ongeveer kloppen. Nou, ik bedoel, ja, je weet dat de, um, uh, de Rusland heeft. Toen de Krim werd geïnvaseerd... het concept van een non-lineaire oorlogsvoering uitgerold. Um, Vladislav Surkov, dat is een adviseur mm -hmm. van uh, Poetin... Ja. komt uit de conceptuele kunst en de, en de, en de mm -hmm. theaterwereld... en ja. hij heeft toen het idee bedacht... stel je voor dat wij nou uh, iedereen gaan ondersteunen... we gaan iedereen geld geven, ook mensen die tegen ons zijn... en daarna zeggen we dat we dat gedaan hebben. En dan is de vraag, is dat dan zo... Is dat waar dat ze dat gedaan hebben? En als dat zo is, wat zegt dat dan over de mensen die dat geld hebben geaccepteerd, die eigenlijk tegen hun waren? En ja, ja waarom zou die het eigenlijk zeggen als dat niet zo zou zijn? Ja, maar ja, goed, we hebben er geen bewijsmateriaal van. We moeten er maar op zijn woord nemen. Oftewel, fa fake news. Nee, maar, nee, nee, nee. Maar dat is onderdeel van die oorlogsvoering. Waarom is hij Mijn analyse is waarom dat Rusland verliest. Niet omdat wij toevallig aan deze kant zitten, maar ik denk. Dat het volgende ongeveer waar is. Ik denk dat wat wij het Westen noemen, dus van Tokio tot Los Angeles en van, uh, van hier tot uh, overal waar, waar we dit zouden kunnen ontvangen, dat wij in principe vrije, onafhankelijke mensen zijn. Dus eigenlijk van een geestelijk karakter, om het overwets te zeggen. En dat de meeste vrije mensen ervan overtuigd zijn. Dat wat Rusland daar ingezet heeft tegen de Oekraïne, dat dat verwerpelijk en fout is. En dat wij op alle niveaus dat ondersteunen, dat daar een halt toe geroepen wordt. Ja? Dat betekent dat. Uh, uh, mensen die daar wat meer voor opstaan, die zijn met hun wetenschappelijke creativiteit... zijn ze de drones en de bommen en de weet ik veel wat voor akeligheid... op zo goed mogelijke manier aan het besturen. Ja. Maar we zien ook dat die, die opgelegde leugen... dat die niet werkt in het democratische Westen. Niet omdat wij ethischer zijn of dat wij beter zijn, maar omdat wij ons allround laten informeren. Je ziet dus ook in Rusland dat het vastloopt. Ik ben er niet geweest, maar uit mijn bronnen, wat ik gewoon zo hoor, loopt het daar vast. Waarom? Als jij de wereld één waarheid oplegt, is dat een leugen. Ja, en tegelijkertijd en, is dingen als Russia Today en zo die worden niet toegelaten. in Nee, nee, de, nee, maar die in kun je wel zien. Nee, nee, maar je weet wel ja. ongeveer wat er. Wat er nee, N het punt is als je, zoals ik ook wel contact hebt met mensen via via die daar zitten... Mm. weet je dat de situatie daar is... dat uh, de overheid uh, de controle uitoefent op de media en iedereen... met een leugen. Ja? En iedereen die nadenkt, weet dat het een leugen is... juist omdat het maar één versie van de waarheid is. En dat betekent dat mensen... Daar niet achter kunnen staan, dan alleen als ze dat onder dwang doen. En de, het aspect van de mensheid wat onder dwang iets kan doen, is altijd vele malen kleiner dan het opgetelde inzet van iedereen die vanuit vrijheid wat doet. Ja, dus nogmaals, ik heb gehoord dat er veel mensen zijn die handig zijn in ICT en in het hekken, en die gewoon vanaf hun zolderkamertje in Rusland eh, proberen om allerlei ICT te ontregelen. Mm. Ga mm. daar vooral mee door, jongens. Goed werk. Ja? Dat is wat ik kan bijdragen aan de strijd die daar zich nu afspeelt. Nou ja, vanuit het perspectief van, van de Russen, die, dat doen zij dan. Nee, ook. nee, nee, maar zij doen... Het, maar het andere wat ik bij kan dragen is dat, mocht er iemand meeluisteren die daar verstand van heeft... Uh, de professor Neil Greenberg van de uh, King's College Medical Health Research is iemand die vanuit het Engelse leger heel veel verstand heeft van verstandig omgaan met PTSS. En ik denk dat als je hem googelt en je hebt contact met de Oekraïnse autoriteiten, dat eh, de heer Greenberg, collega Greenberg, graag van plan zou zijn om jullie te ondersteunen in wat verstandig is om nu te doen in die massieve traumatisering die nou op jullie afkomt. Tot zover mijn bijdrage aan de situatie in het Oosten. Ja, ja? nee goed, ik, ik kan nogmaals heel goed begrijpen dat zo'n. Uh, uh het tot je nemen van die informatie jou het gevoel geeft van controle. Ja. Ook al heb je er niet een directe ja. hand in. Ik bedoel, je zou een bijdrage kunnen leveren aan een van de twee kanten. Ja. Um, dan heb je alsnog geen controle over de uitkomst. Nee, nee, nee. Maar het, het, uh, uh, ik vind het namelijk fascinerend. Je zegt van, mensen gaan naar nu.nl. Eén ja. keer per dag of twee keer per ja, dag of drie keer per dag, dag, tien keer per dag. Dus om even dat moment van controle te voeren, ja. maar dat is op vrijwel alle social media te betrekken. Ja, ja, dat nee, dus het moment dat je naar Facebook noemt. gaat, even te controleren dat ja. de mensen er nog zijn. Ja. Als je naar Instagram gaat, even te controleren dat mensen nog wel uh, gekeken hebben. Uh, ja. Of naar LinkedIn dat je nog steeds een baan hebt. Ja. Uh, um, in die zin vraag ik me af die ontwikkeling die we nu hebben in die tech, hè, zoals terugkomend ja. op de snelheid van de technologische okay. ontwikkeling. Um, uh, zijn wij er als mensen uh, wel toe in staat om met die snelheid uh, goed om te gaan met de veelheid aan impuls en informatie? Uh, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment, doordat het constant zoveel is, oneindig is, je een uh, laten we het, de RAM geheugen van de computer die ons mm -hmm. brein is, noemen, uh, vol zit. En dat het heel moeilijk wordt om even weer te partiseren en schoon te maken. Oh, nee, nee. En schoon te nee, maar wacht. nee, maar ik denk dat je net iets heel belangrijks. Zelf liet zien. Uh, het gaat niet om de oneindigheid van informatie. Die is altijd oneindig geweest. Maar het gaat erom of dat jij met je intentionaliteit bezig bent met datgene wat in lijn ligt van wat jij aan het doen bent. Ik weet dat jij in je, in je kunstgedoe, uh, excusez-le-mo, dat jij allerlei technologische dingen gebruikt hebt om allerlei voorstellingen te maken, of dat dat nou die, die, die geluidschietspartij was bij dat leger, of enzovoort. Er is een verschil voor jou, schat ik in, of je LinkedIn of nu.nl of Facebook aan het controleren bent. Op dat moment is eigenlijk onzekerheid jou aan het sturen en ben je aan het zoeken in de informatiebrei naar bevestiging die jou rust geeft. Dat is dus verloren energie. Als jij bezig bent met het creëren van een kunstproject en jij bent daar gericht mee bezig, maakt niet uit of dat je dat stekkertje van die camera aan het repareren bent, wat kennelijk rommelig voorbij loopt, hoorde ik net van Nelson, of ja. zoiets, ja. of dat je hier nu aan het kijken bent of dat dit de juiste instelling is van de microfoon, dan ben je de technologie heel bewust aan het sturen voor jouw intentie. En technologie is in mijn visie niet anders dan een schop, een lepel of een vork, maar wel van een ingewikkelder niveau en dus voor een niet zo stoffelijke toepassing. Maar het blijft erom gaan, van hé, hey, stuur ik mijn leven. En dan komen we wel op het punt dat de problemen op mijn vakgebied in onze tijd... Um, veel vaker te maken hebben met overprikkeling van mensen... omdat we ons nu eenmaal veel meer blootstellen aan allerlei informatie. Ja? En misschien, dan maak ik dat, want we hebben net van alles voorbij laten komen... laat ik even de schakeling maken naar hoe mensen op het ogenblik depressief worden. En dat is... Uh, ik zal het toch eens uitleggen, want ik zeg dat in de spreekkamer heel vaak... En uh, als mensen er wat meer over willen lezen, dan is de Rotterdamse professor Witte van Hogendijk die heeft daar wel wat over geschreven. Ja, dus we zitten nu bij jou in de praktijk. En is bij mij in de praktijk. Ja. Kijk, dan zeg ik tegen jou: van, Nou, waar kom jij vandaan? Waar komt jouw familie vandaan? Waar komt jouw familie vandaan, Ole? Uh, uh, Durkem. Nou, bij de buurt van Durkem, Van de Loerbeek in de buurt. En Stokum, de achterhoek. De Limers, eigenlijk Limmers. Prima. 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 Ja, ja. Dus er is over-over-overgrootvader geweest die in 1815 leefde. Ja, dat Goed. moet. Dat hoop ik wel. Ja, precies. Ja. Hoe laat is jouw over-over-overgrootvader in 1815 op 15 juni wakker geworden? Zou ik hem moeten vragen? Nee, dat weet ik <laughs> vrij precies. Die is om 4 :35 uur 35 wakker geworden. Zal ik je ook vertellen? Want vandaag kwam de zon. Rond 4 uur 35 op. En er is meer dan 90% kans dat die over-overgrootvader. dat die boertje was daar in Stockholm. En dat die wakker geworden is van het vee. wat rondom zijn huske onrustig werd. En toen is hij aan de dag begonnen. Hoe heeft voor die over-overgrootvader van jou. Uh, het eerste uur van zijn dag eruit gezien? Ja, nou, je blijft daar, weet je het. Ja, ik je weet het vrij maar. zeker. Ik weet het vrij zeker. Uh, omdat hij boerke was in Stockholm, zei je... is hij wakker geworden zeer waarschijnlijk naast zijn vrouw. Die hebben elkaar aangestoten. Die zijn uit bed gestapt. Hij, heeft, hij is naar de pomp gelopen. Hij heeft één emmer water eruit gehaald. heeft een klats in zijn gezicht gegooid. Hij heeft toen zijn enige nachthemd uitgedaan... en heeft zijn enige overal aangedaan. Hij is toen waarschijnlijk naar de stal gelopen... Die heeft daar wat melk gehaald van een koe. en wat kaas, wat hij daar had liggen. en wat brood. Daarmee is hij teruggekomen in het keukentje. Ondertussen heeft zijn vrouw. de kooltjes van gisteravond wat opgeport. Die heeft uit de rest van de emmer. even een klats in haar gezicht gegooid. in de ene pan die er was. Uh, water gedaan. Die heeft wat kruiden rondom het boerderijtje bij elkaar gedaan. Die in die pan gepleurd. En in de andere plan, pan, wat een bak, bakplaat was. Heeft ze die uh, boter en misschien wat eieren. Uh, en die kaas. en daar heeft ze een soort van omelet van gemaakt. voor hem en voor haar. En als er kinderen waren, voor de kinderen. Die hebben dat verorberd. Uh, daarna heeft deze mond afgeveegd. Die heeft met de theedoek. Nog wat kaas en wat brood meegenomen. En is toen met zijn enige klompen aan naar buiten gegaan. En die is met het vee aan het werk gegaan. Dat is zijn eerste uur geweest. Nu komt de vraag. Hoe heeft jouw eerste uur van de dag eruit gezien? Vandaag. Vandaag. Um, ik werd wakker. Ja. Wil je weten hoe laat? Ja, maakt niet uit. Hoe laat? Uh, ik denk half acht. Oké. Okay. Ja. En toen? Uh, en toen heb ik. Uh, uh, Instant koffie gezet. Ja, nee, maar, nee, maar wacht even. Oh, je wil, je... Voordat je bij die Voor... instant koffie instant bent, heb jij bij je bed uitgekropen, al of niet naast een lief? Je hebt het elektrisch licht aangedaan of de gordijnen open gedaan, knallend nee. van het licht. Jij hebt uh, gedoucht. In die badkamer heb jij een keuze gemaakt tussen tenminste twintig producten en waarvan jij er eentje <laughs> gekozen hebt om. Echt mijn, uh, mijn ja, toets. nee, maar serieus. Nee, ik, heb, ik heb vannacht op de boot gelegen. En ja, nee oké. Okay, ja, okay. maar, maar de meeste mensen, even de meeste mensen, die worden in een huis wakker. Ja. ja? Die uh, worden wakker van een alarmsignaal. Ja. Die gaan zich douchen. Ja. Die gaan naar een kledingkast. Die maken dan al tientallen keuzes. Die gaan naar een keuken, die trekken een ijskast open, maken weer tientallen keuzes. Die letten dan op zo'n beeldschermpje wat er voor die dag te doen is. Ja. Die gaan dan het verkeer in, waarbij ze weer ontzettend veel keuzes moeten maken, ontzettend moeten opletten. Ja? Ook als jij van de boot afstapt in Rotterdam, neem ik aan, uh -huh. en jij moet onderweg hier naartoe, moet jij ontzettend veel keuzes maken. Ja? En dat bedoel ik niet existentiële keuzes, maar gewoon. Uh, moet ik tramlijn 6 hebben naar het station? Moet ik op perron 1? Op, enzovoort. Nou. Als het goed is, dan is er een trein en dan stap ik op. En daar hoef ik maar één keer af te stappen. Nee, nee, prima. Maar dat, maar dan nog, maar dat zijn wel dingen waar, omdat ik daar die keuze stress... om het even te zeggen, zo te noemen... heel erg bewust van ben. Zoveel mogelijk probeer om te reduceren. Dus ja, maar we, 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 daar, daar kennen we elkaar ook in. Dat ja. ik weet dat jij dat zo verstandig mogelijk doet. Maar zelfs dan nog... Is het bewegen door de huidige maatschappij, vraagt van het centraal zenuwstelsel een ongelooflijk <coughs> grotere hoeveelheid van informatieverwerking dan dat dat duizenden jaren geweest is. Ja, en, dat, en, en dan kom ik terug op mm -hmm. hoe we hier dus bijgekomen, is namelijk die technologische ontwikkeling ja? en de uh, relatie tot de uh, uh, ontwikkeling van de mens. Mm -hmm. uh, als die trager was geweest, mm -hmm. dan hadden we potentieel uh, uh, fysiologisch en psychologisch mee kunnen ontwikkelen in die ontwikkeling. En we hadden we dus veel minder conseq of, uh, nadelige consequenties daarvan hoeven ervaren. Denk ik dan. Of ja, nee, vraag ik me nee, maar je af. Moet die, nee, maar precies. Maar die gedachte die... Ik ik, ik, uh, uh, ik ben iets minder geworden van het had anders moeten wezen. Oh nee, maar dat zeg ik niet. Nee, nee. Het is maar alleen... kijk, er is inderdaad... Ik denk dat, dat mijn vak... Eigenlijk is ontstaan. omdat. een hele hoop mensen. Eh, van een hele hoop mensen. zeg ik even, het centraal zenuwstelsel. niet mee ontwikkeld is. met de. grote hoeveelheid impulsen. en prikkels. die nu eenmaal verwerkt moeten worden. Want. ik ga toch even terug naar die overgrootvader. Het punt is. dat de feitelijke. Fysieke omgeving en het feitelijke levensritme. van die overgrootvader van jou. en van. 95 plus procent van de mensen die nou leven. heeft in principe dezelfde ochtend. als de over-over-overgrootvader. die. Uh, 5000 voor Christus of 500 voor Christus. in een. Germaanse hut. in datzelfde stokken. Uh, wakker werd. En die. Snelheid van een andere eis stellen aan, uh, aan je fysiologie, aan, aan jezelf, aan je beleven, ik denk dat dat een, de grootste bron is waardoor wij overprikkeld kunnen raken en dus in een angstmodus kunnen komen en vanuit een angstmodus ons richten op de oorzaak van die angst, die oorzaak van die angst niet kunnen vinden en dan in een stresstoestand komen... en dan in psychiatrische termen een paniekstoornis of een depressie... of een, nou ja, dat is dan verder vaktermverhaal, uh -huh. kunnen uh -huh. ontwikkelen. Uh, heb ik daar een antwoord op? Nee. Maar ik denk wel dat het we elkaar helpen door dat een beetje zo te begrijpen. Is, ja. Zijn die, zijn die uh, stoornissen, zoals je ze net uh -huh. omschreef... zijn dat dan symptomen van, een, van eenzelfde bron... Als je zegt van een, een, als je veel van die prikkels aanvaardt... Ja. ja, ja, ik ja. denk dat het realistisch is. Ik bedoel, er zullen zeker collega's van me zijn die zeggen: Van uh, de Wit, we hebben die differentiaaldiagnostiek tussen die verschillende syndromen niet voor niks ontwikkeld. Zeg ik prima, collega's. Maar ik denk dat het op hoofdlijnen waar is dat uh, stresssyndromen, uh, dwangsyndromen, angstsyndromen, depressie. Uh, PTSS, hoewel dat meer door de impact van een gebeurtenis komt, dat dat ontregelingen zijn die op eenzelfde basis uh, plaatsvinden. Ja. En dat is ook helemaal niet erg, want ook in de lichamelijke gezondheid zijn er bijvoorbeeld heel veel syndromen die terug te voeren zijn op het allergisch reactieprobleem het principe. Ja? Uh, we hebben heel veel vormen van kanker die zich voor ja, kunnen doen. Ja, ja? Ja. We hebben heel veel vormen van vaatleiden wat zich voor kan doen. Ja? Is, is, dat vroegen we af, is uh, uh, zoiets als autisme uh -huh. niet een resultaat van het uh, of zou dat eventueel een resultaat kunnen zijn, dat dat veel meer is voor gaan komen naarmate wij op een veel verlichtere manier met informatie om zijn gegaan. Omdat om goed met informatie over te kunnen gaan, dat wij iets afscheiden. We, zoals bijvoorbeeld sociale interactie, dat we dat minder prioritariseren en dat we dan meer focussen op de verwerking van de informatie? Oh, wacht ja. Ja, even. Nou, nou, maar... Er wordt natuurlijk over autisme worden heel veel dingen gezegd. Um, um, ik denk zelf, nogmaals, mensen die luisteren, Frank Ludwig heeft een heel leuk verhaal geschreven over uh, een hypothese dat uh, autisme eigenlijk op een Neandertaler gen zou berusten. Alleen voor mensen die wetenschappelijk geïnteresseerd zijn, wel een heel leuk artikeltje om te lezen, kun je zo vinden. Um, ik denk, zoals ik met mensen werk die, waarvan we zeggen dat die autisme hebben, denk ik dat het uh, belangrijkste is van mijn insteek. Dat we eens niet beginnen te denken dat iemand een afwerking of een stoornis heeft, maar dat iemand dat er een soort glijdende schaal is van hoe je aandacht en je bewustzijn zich van nature oriënteren. Nou, ja, ik vroeg me meer af van. Is het misschien een, een evolutie? Oh, ja, op, 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 in relatie tot die. Uh, jawel, kom maar, Kom ik kom, kom, kom ik op. Ja. Ik denk dat mensen. Ik denk dat het waar is dat het reëel is om te zeggen dat mensen die wij autistisch noemen, dat die van nature hun aandacht meer focussen op. Datgene wat zich voor hun voordoet, dan dat hun aandacht zich open kan stellen voor hoe het is. Ja? En ik denk dat als je je sterk kan focussen op datgene wat zich voor je voordoet, dat dat heel veel voordelen biedt. Uh, het is bijna onmogelijk om te kunnen programmeren zonder dat je je absoluut kunt focussen op datgene wat zich voor je voordoet. Maar als die manier van in je aandacht zijn uh, eigenlijk te dominant is en je kunt te weinig je openstellen voor hoe het blijkt te zijn, dan kom je heel makkelijk in het probleem dat je te weinig meekrijgt wat er in anderen omgaat, want we hebben wel degelijk contact op twee niveaus. Ik zie jou in die stoel zitten, die waarneming die kan ik vrij correct beschrijven. Daar zou ik, als ik goed was, een pentekening van kunnen maken. En er is een contact waarin wij aanvoelen hoe het met jou is en hoe jij aanvoelt hoe het met mij is. Nou, als dat aanvoelen kant, als die minder nadrukkelijk aanwezig is, en dat geldt ook voor het voelen van je lijf, of bijvoorbeeld het voelen van of we nu al een beetje in de tweede helft van het gesprek zitten of wat dan ook. Als dat stuk te weinig ontwikkeld is en je hecht te veel aan datgene waar je mee bezig bent, dan ontstaat de kans dat je overprikkeld raakt omdat het andere wel binnenkomt, maar je kunt er niet mee omgaan. Dat je oververmoeid raakt omdat je je bezighoudt met datgene en onvoldoende tijd neemt voor je eigen ontspanning. En dat je sociaal in de problemen komt omdat je niet reageert op wat de anderen voelend aangeven, maar steeds reageert op wat er voor jou aan de orde is. Ik denk dat dat in deze tijd een groter probleem wordt, omdat het van de ene kant heel succesvol is om dat goed te kunnen, maar van de andere kant het juist gaat om het sociale contact. Ja, als, pff, als je op een kunstacademie zit. Ja, dan gaat het natuurlijk ook om het werk wat je maakt. Maar als ik gewoon. Ik, ik was er uh, een paar weken terug weer. Als ik bijvoorbeeld. mag ik zeggen dat volkje zo met elkaar omzie gaan. dan is het zo op het boerenoog. veel belangrijker voor die jonge mensen. dat ze aansluiting voelen bij elkaar. dan of ze precies in blauw en geel. een schilderij gemaakt hebben. Ja. Terwijl. veel mensen zijn er wel enorm op gefocust. Nou, dat spanningsveld. Ik denk dat dat in deze tijd juist groter aan de orde is, omdat mensen die erg in datgene waren, in de generatie hiervoor makkelijk hun weg konden vinden in het bezig zijn als notaris, als beeldhouwer, als bakker, als. Ik praat even vanuit beroepsgroepen. En van mensen werd vroeger veel minder een sociale dynamiek. ...dwingend verlangt. Als jij in je rol kon functioneren, uh -huh, uh -huh. dan werd dat veel meer gehonoreerd. Je, zou dus, je stelt in feite dan dat het meer opvalt nu. Ja, ja. 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 Maar dat het geldt is dus, ook voor ADHD bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. ja, maar dat komt dan voornamelijk op omdat we veel meer stilzitten. Ja, natuurlijk. En omdat we afgerekend worden wat, op we, wat we stilzittend met een beeldscherm kunnen doen of stilzittend in dit gesprek kunnen doen. Nou heb ik wel gehoord en ik weet niet, misschien weet jij hoe dat gebied heet hoor. Er is een gebied in de hersens dat geactiveerd wordt en overweldigend is het moment dat je een baby hoort huilen. Ja. Um, en nou heb ik gehoord dat mensen die autisme zouden ja. hebben dat die eenzelfde overweldigende ervaring ervaren op het moment dat ze bijvoorbeeld mensen aankijken. Ik ga even niet met hersengebieden. Nee nee maar nee maar Ik zei nee nee. Ik, ik, ik geef echt antwoord. Ik denk dat voor iedereen, behalve mensen die echt in het uh, uh, neurobiologisch onderzoek zitten, dat dat gedoe over hersengebieden niet relevant is. Nee, ik Geef ik antwoord op. Ja, nee, maar ik wil even aangeven waarom ja? ik ja, begin. Ik begin erover omdat ik me afvraag waar nou het verschil tussen de psyche, waar, waar de grens ligt tussen de psyche en, en de fysiologische, het lichaam. Ja, nee, maar daar kom, ik, daar kom ik op. Daar kom ik heel precies op. Nou, Kijk... Um, uh, simpel gezegd, die grens, dan moet je heel goed kijken waar je het over hebt. Als wij het hebben over hersengebieden of iets dergelijks, dan hebben wij het over waarnemingen die je in een onderzoekscontext kan doen vanuit een onderzoeksvraag kijkend naar die afbeelding. Ja? Dus, heel simpel, een gebroken been. Daar heeft iedereen nu een voorstelling van dat dat. Twee witte lijntjes zijn op een grijze achtergrond waar een krak in zit. Ja? Dat komt omdat wij ons heel erg identificeren met de uh, röntgenopname van het gebroken been. Het gebroken been is in, in essentie enorme pijn aan je been, een diepe paniek dat je niet meer vooruit komt, dat je leven daar misschien wel ophoudt en enorme pijn en niet in staat zijn om verder te komen. Dat is een gebroken been, ja. Dat wij die röntgenfoto's kunnen maken, dat is een zegen in handen van een goede chirurg. Want die ziet aan die röntgenfoto's welk bot er gebroken is. Zodat hij precies weet als ik nou operatief met een mes er naartoe ga. Waar de splinters liggen die ik eruit moet halen. En welke stukken ik met schroeven aan elkaar moet zetten. Ja? Maar een gebroken been is niet een wit breuklijntje op een grijze achtergrond. Nee, nee. In, in die en in dit moment begrijp de, ik ook de, heel de, goed de, precies. waarom je dit zo ziet. Dan even, neem maar, daar dan. Dan even naar die hersenfuncties. Als mensen bijvoorbeeld, je had het net over trauma. Uh, ik geef even de Engelse uh, titel. Uh, the Body Keeps the Score van Bessel van der Kolk is een van de betere boeken die alles over uh, psychotrauma bij elkaar zet. Ik heb geen aandelen, ik ken Bessel niet persoonlijk. Wat hij daar bijvoorbeeld heel duidelijk in laat zien, is dat bepaalde aspecten van het getraumatiseerd zijn, bijvoorbeeld. De woede die in jezelf vastzit en die niet naar buiten kan komen, dat je die herkenbaar terug kan vinden als een vorm van overprikkeling ten opzichte van onderprikkeling in andere hersengebieden in functionele afbeeldingen van de hersenen. Met functioneel bedoelen wij dat je een afbeelding maakt waarin je de activiteitsverschillen van de verschillende hersendelen kan zien. Zie je dan de oorzaak? Nee, dan zie je het gevolg. Ja. Zie ik op die foto van dat gebroken been de oorzaak van het gebroken been? Nee, ik zie het gevolg. En met een beetje geluk zie ik het gevolg op zo'n manier dat ik als dokter weet waar ik aan moet pakken. Precies hetzelfde met uh, de traumakant. Ja. Dus waar ik um, in deze tijd een beetje bezwaar tegen moet maken, is dat veel mensen, iedereen moet geloven wat hij wil geloven. Maar veel mensen geloven dat de problemen van het bestaan in de hersenen zitten en dat wij dokters op een of ander ingewikkeld plaatje... kunnen zien waar het probleem dan eigenlijk zit. Nou, uh, is mij niet gelukt. Misschien heb ik niet voldoende doorgeleerd. Maar ik denk dat je dan heel gemakkelijk... in een vergissing terechtkomt. Je, je kijkt nogmaals. namelijk naar het gevolg ja, en niet naar de oorzaak. Zelfs als je ja. als neuroloog kijkt naar een hersentumor... of een hersenbloeding, en dat zijn hele nare ziektes... dan kun je op zo'n plaatje zien wat er aan de hand is en als de patiënt enorm geluk heeft en als uh, de neurologen en het neurochirurgisch centrum heel adequaat zijn kunnen ze in een aantal gevallen dat probleem inderdaad met ingrijpen uh, behandelen. Ja, dat is maar dat. de dat plaatjeskant. Kijk, autisme kun je niet op een hersenfoto zien. Depressie, de uitwerking van de depressie kun je wel wat van zeggen. Ja. Waar het veel meer over gaat en waar mensen veel meer aan hebben, is dat je in jezelf gaat realiseren van hey, misschien is er met mijn aandacht, met mijn manier van leven, met de manier waarop ik op mezelf omga, de manier waarop ik met anderen omga, is er een mogelijkheid dat de ellende die ik nou beleef, dat die over een tijdje wat minder is. Ja? Nou, als dat. Lukt, dan zijn we al een heel eind, dacht ik. Ja, kijk, en daar kunnen we natuurlijk kan we in een bepaalde fase medicijnen mee helpen. Mm -hmm. Ja, natuurlijk. Als je prikkelopvangsysteem overbelast is, kun je dat een beetje opkrikken met medicijnen die serotonine schijnt ermee te maken te hebben, die de serotonine wat oplussen. Op een zegen voor de mensheid. Ja? Uh, als mensen eigenlijk een zodanige verwarring in zichzelf hebben dat ze in de waarneming niet meer goed uit elkaar kunnen houden wat uit het gewone hier en nu komt, en wat uit fantasie en angst komt, en je raakt daardoor in paniek en je raakt daardoor ontregeld, dan is het een zegen dat wij antipsychotica hebben die dat wat te trust kunnen brengen. Mm -hmm. ja? Maar alleen omdat het iemand kan helpen, maar niet andersom. Ja? Is dit een antwoord op je vraag? Nou, tot een bepaalde zin wel. Ja. Uh, ja, ik, 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 wilde, ja, ik vond het gewoon voornamelijk ook interessant... dat ik, als ik mij kan voorstellen... ik kan mij goed voorstellen hoe het is om een baby te horen huilen. Ja? En de frustratie die mijn hersens dan bol maken... en de absolute blokkade die ik dan ervaar. Mm -hmm. um, en ik probeer, als, als ik dat dan hoor... dat mensen zeggen dat daar, daar een correlatie is... of vergelijk, mm -hmm. vergelijking aanwezig is... Vind ik het uitzonderlijk interessant, omdat ik dan ook echt kan voelen of in kan beelden hoe het moet zijn, mm -hmm. misschien mm -hmm. potentieel, mm -hmm. om dat te ervaren als autistisch individu. En dan kan ik me uh, door die voorstelling mm -hmm. te maken ook makkelijker uh, begrip voor een ander opbrengen. Ja, ja nee. helemaal met je eens. Nee, volstrekt met je eens. De enige maar die ik daarbij heb. Is, is dat, dat, dat je dat niet moet denken dat het daar vandaan komt. Dat is één. Nee. Ja. De tweede maar is dat. Um, kijk, autisme is bijvoorbeeld zo'n begrip. wat zeg maar, de laatste twintig jaar een geweldige vlucht genomen heeft. Heel terecht. Maar daarmee moet je dus ook begrijpen dat autisme een menselijke trek is... die in meer of mindere mate bij heel veel mensen voor kan komen. Dus het is een spectrum? Het is een spectrum. Het heet tegenwoordig ook autisme spectrumstoornis. Um, ik, ik ben geen DSM-fan, maar die, die definitiecatalogus... Gaat wel mee met de tijd en geeft ook wel aan hoe we in de loop van de tijd anders tegen dingen aan gaan kijken. Ja. Het is een soort geformaliseerd woordenboek, waarbij een weerslag van het discours van het westers psychiatrische denken wel zijn weerslag vindt. Ja, dat klopt wel. Ja? Ja. Het is ja. een soort ook politiek gestuurd, dat is verder niet erg. Maar dat is het DSM, dat is de, de, de diagnostics, diagnostics. Ja, en daar komt die oude manual. Precies. we de, de, deel die, 5. Oh ja. Oh, sorry. Uh, als, uh, in ons vakgebied, merk je eigenlijk ook wel in dit gesprek, is er heel gauw verwarring over waar je het eigenlijk over hebt. Daar zijn we al uh, uh, ongeveer 80 jaar achter. Dus er zijn steeds pogingen geweest om zo concreet en zo goed mogelijk te definiëren waar je het in de psychiatrie over hebt. En er zijn een paar uh, systemen, zo je wilt woorden boeken. Waarin de psychiatrische diagnoses, de psychiatrische begrippen, zo scherp mogelijk afgebakend neergezet worden. En de dominante, de meest belangrijke, is het Amerikaanse DSM-systeem. En uh, we zijn nu alweer aan de herziene versie van de Vijf toe. Uh, dat is niet cynisch bedoeld, maar dat betekent dat het een doorgaand proces is: van het steeds herdefiniëren van, uh, van de psychiatrische begrippen. Wat natuurlijk een onvermijdelijke pijnlijkheid is, is dat die begripsvorming eh, ook in handen gevallen is van andere maatschappelijke groepen die daar eh, financieel en anderszins belangen bij hebben, waardoor op dit moment die categorisering in die DSM-klassificaties, dat dat eigenlijk veel meer een, 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 een uh, bijna financieel belang is dan dat dat uh, in de behandelrelatie ondersteunend kan zijn. Maar hmm. ook dat is een, 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 een proces nou ja, is, waar ik weinig aan kan gaat doen. Het is ook een politiek proces. Ja, natuurlijk. het is, is ook onvermijdelijk. Ja? Dus bijvoorbeeld, laten we een politiek proces nemen... waar, je, waar ik in ieder geval uh, helemaal achter sta. In de, de uitgaven van de jaren 50, 60... werd homoseksualiteit, stond in de toenmalige hmm. DSM... ik geloof dat dat de 2 was... stond nog als een... Uh, uh, seksuele oriëntatiestoornis. Ja? Uh, wij, ik in ieder geval, maar wij vinden toch echt dat het gegeven dat je homoseksueel in het leven kan staan, dat wou ik toch niet meer een stoornis noemen. Ja? Nee, dat dat lijkt mij. Vind uh, ik wij wel ik ben niet, niet omdat ik bang ben dat iemand mij wokt, of hoe heet dat ook alweer tegenwoordig, uh, cancelt, dat was ah, ja. het goede woord. Ja. Maar gewoon omdat het vrij grote onzin is, om mensen die. Uh, gewoon uh, leven zoals ze leven, uh, dat dat uh, verder toch geen probleem mag zijn, dacht ik. Uh. Nou ja, dat, dat, daar zitten dus wel nog grenzen aan. Want ik bedoel, als je de, ik kan, er zijn ook wel mensen die die leven zoals ze leven, waarbij ik denk van, nou, nee, maar dat, dat vind is wel natuurlijk wel zoals pedofilie. Dat, dat nee, maar daar is een hele, discussie over mogelijk. Ja, ja? zeker, hele en, discussie en, over mogelijk. En ik denk in bepaalde zin. Um, Kijk, het ding wat pedofilie moeilijk maakt, is dat het niet over consenting adults gaat. Niet over volwassenen die met elkaar overeen zijn. Dat ze met elkaar een seksuele relatie aangaan. Jawel, nee. Maar wacht, ik, ik zou zeggen waarom dat ik daar nou even niet in ga. Want waar gaat het dan over? Als je het over pedosexualiteit hebt, dan heb je het over een paar dingen. Dan heb je het over. Verschrikkelijke persoonlijke rampen, zoals we die bijvoorbeeld vorige week in, in, uh, in Zuid-Limburg gezien hebben. Dan heb je het over hele ongelukkige mensen die met hun contact en hun intimiteitsbehoeften helemaal geen weg weten. Uh -huh. Dan heb je het over mensen die juist met een hele ontwikkeling uh, heel erg voor hun zeer persoonlijke smaak uit willen komen, los van wat ik daarvan vind. Dan heb je het over wat iedereen daar van buitenaf vindt. Ja, dus nogmaals. Uh, als het je kind gebeurt. dat je kind in handen valt van zo iemand. en de dood daarop eindigt. Ja, ja. daar is gewoon. Dat is natuurlijk een, een verschrikking en een verdriet. waar, je, waar ik alleen maar respect en, en mijn medeleven kan tonen. voor degene die het persoonlijk betreft. Ja. Ja? Alleen, we hebben een. Sociaal fenomeen dat als dit gebeurt, dat dan iedereen met grote woede te hoop loopt. Ja. Ik begrijp dat, daar gaat het niet om, mm. maar al die mensen die met grote woede te hoop lopen rondom het thema pedosexualiteit, die hebben het over hun eigen gevoelens. Excusez-le-mo. Ja? Precies hetzelfde, dan ben ik weer terug bij het begin. Je ziet dat er in onze tijd een geweldige rondzingen is... van de urgentie en de aandacht voor thematiek... Ja. waarbij ik het meest lachwekkende van de afgelopen maand... moet ik toch zeggen, is de echterlijke perikelen... van het echtpaar Depp, Depp en Hurt. En Hurt. Ja, waarbij het werkelijk waar is dat de helft van de wereldbevolking... Uh, getuige geweest is van het feit dat deze twee mensen... Uh, bij elkaar waren en... Niet zo goed met elkaar overweg bleken te kunnen gaan. Ik kan het niet beter zeggen. Ja. Ja? Nou, dit betekent ook dat iedereen, inclusief mijzelf, die daar iets van vindt, die vindt dus iets over mensen die hij niet kent, waar hij niks mee heeft. Ja. Dat, dit soort dingetjes. Ik denk dus... Nee, maar dat is... Ja. Dat is maar ja, dan dat vind ik wel interessant. Als ik naar MH17 kijk, waar heel Nederland langs de snelweg gaat met een roosje. Ja. Of uh, nu dat mensen allemaal een blauw-gele vlag zetten op hun uh, Facebook. omdat mm -hmm. ze zo voor. Uh, willen laten zien dat ze het achter elkaar ja. staan. Um, uh, ik heb er daarmee. loop daar heel erg tegen aan. en ik vraag me dan ook wel af van wat er dan mis is met mij. Um, dat ik me daar juist echt extreem van wil distancieren. omdat ik daarin een soort van. ja. ik, ik voel absoluut niet de noodzaak om. Ja. Een, een vlag over mijn Facebook-ding te gooien. En uh, nou, ik heb en ik ken Facebook, meer mensen uh. die dat doen. Nee, nee. Niet doen, als in zijn... Nee, de, klopt. Maar, maar ik denk... Wij kennen elkaar natuurlijk wat langer. Ik denk dat jij iemand bent die heel zuiver voelt waar je uh, gevoel, je aandacht en je intentie uh, van jouzelf integer zijn. En waar dat een resonantie of een meevibreren is op iets wat... Niet van jou is. Hmm. Nou, uh. ja, Daar vind ik het ook moeilijk om als jij over de Oekraïne oorlog begint en Rusland. Ja, ik ben tegen oorlog. Maar verder dan dat kom ik eigenlijk niet, want ik ben niet genoeg geïnformeerd om te zeggen dat ik. Uh, uh, ik dan moet ik echt die geschiedenis van die locatie helemaal gaan onderzoeken. En natuurlijk uh, ben ik tegen de partij die het initiëert, maar ja. tegelijkertijd vind ik het ook weer heel wat om dan maar. Uh, zwaar wapens aan de Oekraïne te gaan leveren. Nou ja, en dan goed. te zeggen dat je niet wil mengen in, de, in, het, in, in het conflict. Nee, nee, Als nee, voorbeeld. Nee, nee, nee maar prima, nee, ik wil er wel op reageren. Kijk, um, van mij uitgezien is het zo, en dat, dat zeg ik vanuit gewoon de nieuwsachtergrond, zoals iedereen die heeft. En de persoonlijke contacten die ik heb met ja. mensen die daar uit, die, uit overigens uit beide gebieden komen, dat de volstrekt onmenselijkende... Slachting die daar aangericht wordt en de volstrekt misdadige optreden, dat je dat als uh, mens uh, verplicht uit compassie en mededogen om datgene te doen wat er in jouw vermogen is om daar dat een halt toe te roepen. Ja, maar en mijn de vraag mijn... is dan: ben je ja? toe in staat om adequaat genoeg te uh, te een analyse te maken van die situatie om te weten welke handelingen en stappen daarin constructieve in plaats van een destructieve bijdrage leveren. Op nee, het nee. moment dat ik drones zou gaan leveren aan de Oekraïne, mm -hmm. dan is het de vraag, dat zijn Chinese drones. China speelt die drone-informatie door aan Rusland. En Rusland weet waar, vanuit waar die drones naar boven gelaten worden. En hebben dus uh, strikes geplaatst op plekken waar die nee, drones. Nee, nee, dat komt zitten. ook voor, maar laat ik het andersom zeggen. Uh, zonder dat ik hier iets weg kan geven waar ik het van weet... Uh, mensen die op de informatietechnologieontwikkeling helemaal voorop lopen... Uh, die weten wat ze kunnen, zouden kunnen doen om uh, de Russische geweldsmachine tot staan te brengen. En uh, elke dag dat deze mensen niet in de gelegenheid gesteld worden om datgene te leveren... waardoor die Russische geweldsmachine tot staan gebracht wordt, vind ik... Meer dan verdrietig jammer ja. voor elke Oekraïnse uh, man die uh, overlijdt, voor elke Oekraïense vrouw die uh, haar man kwijtraakt, voor elke Oekraïense man die zijn vrouw aan het front kwijtraakt, enzovoorts, enzovoorts. Uh, dat is niet een kwestie van propaganda. Dat is een kwestie van weten hoe het is. Is het zo dat een Oekraïense granaat die een geraakt, uh, Rus raakt, dat dat ook verschrikkelijk is? Ja, dat is ook verschrikkelijk. Ja? Maar het is naar mijn overtuiging wel zo dat wij met z'n allen dat te doen hebben. Waardoor we deze misselijkmakende onzin kunnen stoppen. Ja? Precies zo vind ik het misdadig dat er nog steeds een euro naar Rusland gaat. voor olie of gas. En dat begrijp ja? ik ook echt totaal ja? niet. En maar elke dat, ja. euro die die kant op gaat. is Misdadig op dit moment, gewoon ja, misdadig. Ja. Ja? Ja, dat, is, ja. dat het lastig is om dat allemaal te regelen en dat er allemaal geen kwaai wil achter zit, dat geloof ik meteen. En dat degene die het elektriciteitsnet moeten uitbreiden om dan te zorgen dat het via zonnepanelen en waterstof kan, allemaal duidelijk. Ja? Maar nu, terwijl wij hier zitten te spreken, zijn er waarschijnlijk uh, enige tientallen uh, Oekraïense mensen vermoord of ernstig gewond geraakt doordat het Russische leger nog steeds in de mogelijkheid is... om dit soort dingen te doen. Dat is wel de feitelijkheid. Ja. ja dat is wel de feitelijkheid. Ja. ja. Maar tegelijkertijd... Um, uh, dan acteer ik wel primair mm -hmm. op de kennis die ik heb... En, op de, uh, de, en wat ik voorop wil stellen... als ik, als ik de, naar de situatie aan zich kijk en daar een mm -hmm. oordeel om vel... Uh, ik wil gewoon dan... Ik zou zeggen van ja... Oorlog is kut, en dan laten we dat dan niet doen of zo. Ja, nee, nee, natuurlijk, nee. Ik bedoel, als meneer Poetin meeluistert, zou ik zeggen, hou daar onmiddellijk mee op. Maar ja, ja, je weet ook wel dat dat ja dat dat niet zo is, helaas. Tawarish meer, ja? <laughs> ja, als hij mee mocht luisteren. Oké. Okay. Ja? Maar uh, dat, bericht, dat bericht zal hem wel niet bereiken. Nee, maar dit is, weet je, toevallig staat daar het portret van mijn vader. Ja. Die zat. Net als ik, precies hetzelfde erin. Voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog. Dat is dus niet die van Freud, maar die van daarna. Freud is overleden vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk omdat hij die ellende niet kon verdragen. Maar goed, uh, mijn vader was ook voor de Tweede Wereldoorlog absoluut van het gebroken geweertje. Pacifist tot over zijn oren. Totdat hij zag wat het Duitse geweld deed. Toen heeft hij. Uh, hij is verder geen bijzondere held geweest of zo hoor. Maar hij heeft in de Tweede Wereldoorlog heeft hij, uh, zich alle informatie eigen gemaakt. waarmee hij de Engelsen en de Amerikanen van dienst kon zijn. als ze langskwamen. En toen in Helmond de Engelsen langskwamen. heeft hij zich gemeld bij het Engelse leger. en hij is meegetrokken tot uh, Noord-Duitsland. En in Noord-Duitsland is hij uh, de Russische officier Astralenko tegengekomen. en die heeft dat portret van hem gemaakt. Ja. Helemaal niet bijzonder, maar wel hoe het in 1945 was. En uh, ik denk dat die, die, die omslag van het je realiseren. Natuurlijk is iedereen voor vrede. Maar het je realiseren dat er een punt komt waarin je op moet treden. Tuurlijk. Dat punt, dat is net hetzelfde. Uh, we waren net een tijdje terug, hadden we het over chirurgen. Ja? Een chirurg is iemand die als arts snapt. Dat hij de verantwoordelijkheid moet nemen om iemands lichaam open te snijden, de viezigheid eruit te halen om daarmee erger te voorkomen. Ja. Ja? En dat kan fout gaan. Maar er, er overlijden kan mensen op de operatie. De chirurgie net zo goed ja? uh, het juiste moment aandoen of uh, eerst een periode zijn, voordat je die stap. Ja, ja, natuurlijk. Nee, Bijvoorbeeld nee. bij kankers ga je niet gelijk zitten snijden. Nee, nee, maar dat weten we gelukkig... dat, dat analyseren wij gelukkig zodanig... dat ja, wij optreden met en, ja. wat er op dat moment... en daar, maar goed, en dan houden we politiek ik los. Van, nee, nee, maar als, als ik dan ja? naar zo'n situatie in Rusland kijk... Uh, ik denk dat op zo'n moment... ja, ik zou ook een bijdrage willen leveren... om het geweld te stoppen of te beschermen... voor de gebieden en de mensen waar ik wat om geef. Maar dat doe ik dan ook liever op een manier... waarvan ik geloof dat het constructief is... En niet door mijn foto op Facebook te veranderen in Oekraïens. Oh ja, nee, maar dat is allemaal, daar heb ik het niet over. Maar nee, waar, we waar, 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 waar het voor mij vandaan komt als je dan die vergelijking met, met de kankerbehandeling neemt. Ik vrees dat wij als westerse toch wat naïeve samenleving de opbouw van het probleem wat nou tot dit geweldige geweld geleid heeft, de afgelopen twintig jaar eigenlijk. Uh, veronachtzaamd hebben, zoals we dat bijna altijd doen met echte problemen. En dat we dit zo zeg maar, uit de klauwen hebben laten lopen, dat je nou zit aan deze uh, ernstige problematiek, waarbij alleen een chirurgisch ingrepen nog grijpen nog kwaad kan, kwaaier kan voorkomen. Ja, is ja? dus natuurlijk ook, luister eens, uh, dat wij. Hier op het rijkste puntje van de wereld wonen, of mee van het puntje, rijkste puntje van de wereld. En dat wij het de afgelopen 30, 40 jaar hebben laten bestaan: dat net aan de overkant van de Middellandse Zee, of net, aan de, net achter Israël, of net achter Polen, uh, mensen in zodanige wanhoop en armoede leven, dat ze vanuit pure wanhoop. Uh, deze kant op komen. Ja, dan moet je heel wanhopig. Ja, <laughs> dan nee, dan bedoel, te komen. ik bedoel, ik, luister. Ik ben <laughs> zelf een, een redelijk wandelaar, maar er moet ja, mij toch ja. wel heel veel uh, voor ja. ogen gesteld worden. Wil ik vanuit uh, Marokko de Sahara oversteken om naar Nigeria te lopen? Ja. Dat ga ik, uh, denk ik, niet doen. Denk het niet. Jij ook niet. Nou, ik vind het eigenlijk... Het is een uh, interessant project voor ja, je. Ik zeker. Nee, maar ik kom van uh, nee. stellen... Uh, dat, uh, ja, nee, die, die route nee. heel leuk, maar dan wordt dat door iedereen gelopen. Maar lopen inderdaad maar eens dus de route van iemand die de... En dan ook met zo'n rubber bootje, hè. Dus Ja, en dan, de rest erbij. Er nee, is alles goed. erbij. Oké. Okay. Nee, um, maar om niet te bacteriseren. Maar nee, nee, nee. Ik, maar nee. dat is wel... Dat is wel um, zijn er meer vragen, zei de dokter dan aan het eind van het concert? Ja, we, we zijn bij de tweede vraag nu aan. Nee, nee, dat is, <laughs> nee, is, is helemaal goed. Nou goed, ja, ik, ik had eigenlijk de, 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 de wil, en ik weet niet hebben we daar nog tijd voor uh, om, om met jou over creativiteit te praten. Precies. En, um, uh, maar dat, dat is wel een, een... Misschien kunnen we dat nog doen. Dat lijkt me wel heel interessant. Probeer Want, eens. Um, uh, we, hem, we kwamen op een gegeven moment bij de creativiteit van de psychiater, net als dat we de creativiteit hebben van de chirurg. Um, of van de kunstenaar. Of van de kunstenaar. Ja. Um, uh, he, dat is het, het, op, het moment waar het probleem zich voortdoet, met het probleem een uh, oplossing te vinden. En vanuit de ervaring die je hebt en vanuit de visie en uh, perspectief wat je hebt, bij jou ligt waarschijnlijk de mogelijkheid tot experimenteren, zoals dat bij de kunstenaar wel gangbaar is, iets moeilijker. Uh, je lacht erbij, dus dan ben ik heel benieuwd waarom je erover lacht. Um, uh, kom ik zo op, ja. Voor, 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 voordat je er zo op, op komt, uh, even nog antwoord op de vraag die ik stelde waar ik geen antwoord op kreeg. Hoe, hoe bepaal je aan wie je welk medicijn geeft? Ligt dat aan door wie jou de nieuwe jacht geeft? Oh of nee, 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 nee. nee, nee. Uh, punt 1. Als iemand zich met een probleem meldt. Dan kijk je of dat, of luister je, uh, als je even naar medicijnen focust, of dat dat probleem een probleem is wat herkenbaar is als het type ontregeling van het zenuwstelsel, want daar komt het dan in feite op neer, waarbij je weet dat uh, erkende en ontwikkelde medicijnen uh, een positieve invloed kunnen hebben. Dus. We hadden het net bijvoorbeeld over alles wat te maken heeft met overprikkeling van uh, stress tot zware depressie en van paniek tot dwang. Uh, we weten dat de middelen die in de volksmond antidepressiva zijn gaan noemen, uh, dat die echt een bijdrage leveren aan het verminderen van de uh, ontregeling. Van mensen die in die toestand zijn. Dan ben ik ben niet aan het zeggen dat iedereen die depressieve spullen moet hebben. ben ik allemaal niet aan het zeggen. Maar ik ben wel aan het zeggen. als ik met iemand in contact ben. waarbij depressie een reëel onderdeel is van het probleem. dan is het heel reëel dat ik zo iemand ook, ook de ondersteuning van dat soort middelen aanbied. Maar ja? er zijn. Weet ik hoeveel verschillende soorten Jawel, antidepressiva? Jawel, nee, maar en dan kom je maar dan kom ik een beetje in, in, dan kom je in het vakgebied. Uh, ik kan er dit van zeggen: uh, wat bij mij vaak een overweging is, maar ik begrijp heel goed dat andere collega's andere overwegingen hebben. Uh, ik, ik denk een beetje op zijn boerenfluitjes. In die zin: antidepressiva zijn er zo'n beetje vanaf de jaren 50, 60, uh, de antidepressiva zijn steeds doorontwikkeld en die doorontwikkeling betekent zeker in de laatste decennia dat uh, er middelen ontwikkeld zijn die in verhouding veel minder bijwerkingen geven terwijl ze in verhouding feitelijk vergelijkbaar of net zo effectief zijn. Oftewel dus de antidepressiva van vorig jaar die zijn ik, nou, heel simpel. Ik zal het met auto's zeggen. Kijk, als jij naar Berlijn wil en je wil met de auto. Je mag met het openbaar vervoer. Kan tegenwoordig voor 9 euro, heb ik begrepen. Maar stel dat je met de auto naar Berlijn wil. Dan kan dat met een Mercedes uit 1964. Ja. Je kan ook met een Mercedes rijden die je gisteren uit de showroom gehaald hebt. In principe kom je ongeveer net zo snel in Berlijn. met die Mercedes uit 1964. Die rijdt ook gewoon 180. Als met die Mercedes die. Nou, uit de showroom komt. Het grootste verschil is het rijgebak en het comfort van die moderne Mercedes. Dat is met die antidepressiva in principe niet anders. Antidepressiva die ontwikkeld zijn in de jaren 70-80 zijn in principe net zo effectief in het bestrijden van de dysfunctie die onder uh, een depressie ligt als antidepressiva die de afgelopen tien jaar ontwikkeld zijn. En toch zijn er mensen die zweren bij Mercedes uit 68? Oh ja, nee, ik, ben, ik, heb, ik heb helemaal in... geen, geen bezwaar tegen mensen die kicken op oldtimers. No problem. En het tegenargument, wat ook zwaarwegend is, is dat de middelen die wat ouder zijn, daar is veel meer ervaring mee. Dus daar is veel meer wetenschappelijke evidentie, dus uit grote getallen opgemaakte zekerheid dat die bepaalde werkingen of bepaalde bijwerkingen hebben... dat bepaalde risico's er niet zijn. Dat is één kant. En er is zo'n, ja, toch ook wel met een politiek idee aangestuurd idee... dat de nieuwere middelen, dat daar de farmaceutische industrie... meer belang en meer verdiensten bij heeft. Dat is op zichzelf waar, want de uh, farmaceutische industrie... moet natuurlijk hun ontwikkelingskosten in de eerste vijf of tien jaar hmm. terugverdienen... Hmm. Um, dat is waar, dat zijn overwegingen waar je naar moet kijken, die je gewoon mee moet nemen. Uh, in mijn praktijk probeer ik steeds het patiëntenbelang, het pati dus hoe het voor de persoon is aan wie ik die spullen geef, dat probeer ik voorop te stellen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je, als je in een grotere instelling werkt en je, hebt, je, je moet met budgetten rekening houden, dat je dan kijkt naar wat de goedkoopste medicatie is. Ja, kan. Uh, nogmaals, het gaat om het verhaal achteraf. Wat heeft jou geholpen om door die periode waarin dat het heel slecht met je ging, om daar doorheen te komen en daarna je leven weer op te kunnen pakken en weer zelf min of meer baas te zijn over je gevoel en je bestaan. Voor zover dat in het bestaan mogelijk is, natuurlijk. Uh -huh, uh -huh. Is daar een antwoord op je vraag? Ja. Ja. En, en, en mag je dan, dan ook mee experimenteren? Of ja, waar nee, het experiment? Nee, daar moest ik lachen. Ja, nee, precies. Nee, kijk. Um, in, principe, <laughs> in principe mag alles. Kijk, en dat is het verschil tussen een kunstenaar en een dokter. Kijk, als jij denkt van... Ik heb uh, geweldig het gevoel om hier een emmer rode verf tegen het plafond aan te gooien... want ik heb daar een heel goed gevoel bij... dan mag dat, denk ik. Nou, weet ja, uh, nou, ik niet. Uh, nee. Maar als dokter... Als psychiater, als chirurg, als therapeut heb je de primaire verantwoordelijkheid om met al je kennis en ervaring en je mogelijkheden datgene te doen wat zo goed mogelijk ten dienste staat aan die andere mens die met problemen zich bij je meldt. Ja. En dan is meteen het experimenteerverhaal een hele en klaar, wat niet wil zeggen. Dat je per se aan protocollen, want dat zijn ook vanuit andere belangen opgestelde richtlijnen, moet houden. Uh, je kunt samen met betrokkenen zoeken wat er voor betrokkenen uh, bij hem of haar passend op dit moment het, het beste advies is. Ja. En uh, uh, dat kan best wel zijn dat dat lavendelthee is, of dat mm -hmm. kan best wel zijn dat dat wandelen is, of dat kan best wel zijn dat dat. Uh, uh, Weer eens naar de kerk gaan is. Uh, maar dat is in de individuele context wat er aan de orde is. Ja. En uh, het is niet zo dat wij, ik, tenminste, ik, ik dobbel niet welke medicijnen dat ik voorschrijf. Dat, dat uh, doe me niet. Ja? Ja. Is dat een antwoord? Ja, ja. nee. Ja, want het, 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 het betekent dus dat je heel veel meer gaat kijken. Ook, ik ga er niet vanuit dat jij een lijstje hebt. Nou, mag je eerst lavendelthee proberen dan dat? Want je kijkt naar bijvoorbeeld iemand die. Uh, prima functioneren voordat ze het mm -hmm. geloof verloren, het geloof verloren zijn, wel ja. weer bezig zijn naar terug te vinden, ja. toch maar een keer terug naar de kerk gaan ja. en dan daar in die zin wel weer een wat rust en stabiliteit ja. te vinden. Dus je gaat wel echt kijken naar wat voor een andere methodieken functioneren ja. er ook net zo goed. Ja, of, als niet als dan, ja, of niet, gaan, hè, dus niet meer dus naar, dus naar de, de kerk gaan, dus maakt het helemaal niet uit. Ja. Precies. Ja. Maar um, uh, dat, vind ik, ja, dat is wel een interessante manier om naar dat experimenteren te kijken. Want ja. op het moment dat je het over. Uh, artsen hebt die medicatie voor kunnen schrijven. Je noemt het woord experimenteren. Dan is de link heel snel gelegd naar nou, inderdaad experimenteren met pillen en dat soort dingen. Maar ja, dat is. Nee, nee, nee. Maar kijk, bijvoorbeeld um, experimenteren. Uh, nou, goed, ik mag. Ik ben ik Soms ik heel, je ik voor je heel simpel. zeggen. Nee, nee, ben nee, heel simpel. Zeg. Als arts mag ik in principe alles voorschrijven. Ja, ja? Alles. Uh, ja, ik mag alle medicatie die in Nederland voorkomt, gewoon voorschrijven. Mag. Ja? Uh, ik heb. Ook dierenartsmedicatie. Uh, ja, even of, niet te okay. gek maken dan ja, nodig nee. is. Gewoon, <laughs> ja nee, nee. Maar bijvoorbeeld. Maar uh, het komt wel degelijk voor, en dat doen heel veel psychiaters... dat bijvoorbeeld een uh, beta-blokker... dat is een uh, middel wat de, het hartritme stabiliseert of rustiger maakt... dat kan als... Nou, excuseer voor de cardiologen, als bijwerking... kan dat mensen zich rustiger laten voelen. Uh, er zijn heel veel psychiaters die beta-blokkers voorschrijven bij angst- en spanningsklachten. Hm. Ja? Zijn ze eigenlijk niet voor gemaakt? Is één voorbeeld. Eigenlijk dat kan eigenlijk gebruik gewoon. maken van de bijwerkingen. Ja, Net zo goed, als dat ik natuurlijk. Ik ben ook gewoon dokter en mensen die mij als dokter kennen, die hebben best wel kans dat ze meegemaakt hebben dat je in mijn spreekkamer kwam en dat ik zag dat er volgens mij iets medisch niet aan de hand was en dat ik dan de telefoon pak en dat ik dan uh, de collega's in het MST bel van, kent u? Uh, Meneer Nieling, want volgens mij zit hij hier toch wel ernstige hartklachten te hebben, en dat lijkt me veel beter dat u er naar kijkt dan dat ik er naar kijk. Oh, ja? Ik dacht, als ze zeiden dat ze daar aankwamen onder het mom van doe me wat pillen, doe me wat, wat pillen, doen, Nee, wat. Nee nee nee, ja. nee, 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 nee. Dit is allemaal, dat valt allemaal rustig mee. Ja. ja. En wat ook wat je experimenteren zou kunnen noemen is dat. En dan, dan ik eigenlijk het vakgebied zelf graag los. Ja. Um, mensen die Serieus in de problemen zitten, waarbij het leven best wel vastloopt, die hebben heel vaak niet één probleem tegelijk. Ja? Dus laten we gewoon noemen: mensen kunnen het probleem hebben wat we ADHD hebben, eh, noemen, die kunnen het probleem hebben wat we ADHD noemen, die kunnen tegelijkertijd een probleem hebben wat we PTSS noemen, en die kunnen tegelijkertijd een depressie hebben. Mm. Ja? Dan kan het best wel zijn dat je medicijn strategie dat die eigenlijk niet klopt met de eerste presentatie. Dat kan. Ja. ja heb je het ook wel als dat ze elkaar soort van positief in stand houden? Dat dat ja, een probleem wat je hebt en een ja. ander probleem wat je hebt elkaar soort van stabiliseren. Dat als je dan een eentje gaat behandelen dat het de ander ook weer extremer maakt. Ja, nee, maar dat, die samenhangen zijn er. Ik, ik weet niet of het helemaal een antwoord is op je vraag, maar bijvoorbeeld laten we nou eens gewoon uh, heel simpel doen, ik heb ook de hele tijd bij Tactus gewerkt... er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld een, uh, een drank- of een drugsprobleem oplopen... eigenlijk in een poging tot zelfbehandeling ja. van een uh, ander psychisch probleem wat eronder zit. Ja? En dan kan het heel goed zijn dat als je bij Tactus, uh, en dat weten ze daar dus, uh, maak je geen zorgen... maar dat als je bij Tactus heel goed bedoeld gaat stoppen met je drank of je cocaïne dat dan je PTSS of je ADHD er zo onderuit komt. Ja. Dat kan heel goed. Ja. Nou, en uh, geen kwaad woord over tactus. Die hebben die. hoef ik dit niet uit te leggen, want dat weten ze daar. Maar dat is een heel veel voorkomend verhaal. Ja. ja? Maar ja, dat daarin, ja, dat is daarin hou je een beetje de, de onderdrukt het een het ander. Ja. Dus dan ben je uh, en zo is. Dat, dat is natuurlijk heel vaak zo. Ja. ja. ja? Iemand die 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 uh, Bijvoorbeeld, iets heel naars meegemaakt heeft, die zal best wel allerlei bizarre gedrag ontwikkelen. om niet aan die nare gevoelens toe te komen. Dat geloof ik meteen. Ja, no. dus, ja. ja. Ja, dat kan me ook wel goed voorstellen, goed, voor, goed Ja, dus ja. Het. ja? Creativiteit. Creativiteit. Is iedereen creatief? Ja. Ja. Ja, tot op zekere hoogte is iedereen creatief. De spectrum. Nee, 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 nee. Oh, okay. Kijk, ik denk dat creativiteit de mogelijkheid is om. Uh, je aandacht zo te verplaatsen dat je eigenlijk los van de situatie die zich aan je opdringt, uh, de ruimte voelt om keuzes te maken, om een richting, dus een nieuwe richting te kiezen. Ja. Dat is creativiteit. Maar zijn er heel veel mensen die daar niet toe in staat zijn? Jawel, nee. Maar dat is, dat is een maat. Iedereen is daartoe in staat. Ja. Maar het is zeker zo dat er sommige mensen zijn die. Uh, eigenlijk nooit er aan toe zullen komen om op die manier keuzes te maken. en die zich eigenlijk altijd conformeren aan wat ze denken dat er moet. En er zullen andere mensen zijn die een zodanige afkeer hebben van conformeren. dat ze altijd aan het proberen zijn om de andere oplossing te vinden. Ja, mm -hmm. dat, kan. Mm -hmm. dat kan. Die. Uh, uh, oh, dat. Uh, um is dat voor een deel dan gewoon puur situationeel, zoals je het nu omschrijft? Je zegt, een situatie terechtkomen waar ze dat nooit mee in aanraking komen? Nee, nee, wacht even. Wat ik, wat ik hier zeg, als ik het heb over creativiteit of zo, zo je wilt, over inventiviteit. Creativiteit is de interne, intrapsychische mogelijkheid om zelf je even los te maken van wat de omgeving je aanbiedt... en van daaruit een eigen keuze te maken... in de richting mentaal, fysiek, reëel of virtueel... Mm -hmm. waar je heen wil. Ja, maar die mogelijkheid... Ja. die uh, kan vanuit je omgeving komen? Ja. Maar ook vanuit jezelf? Nee, die, komt, uh, die mogelijkheid is in jouzelf. Ja. Ja? Of jij die mogelijkheid vorm kan geven, dat ligt aan duizend en één. Maar het is wel reëel om te zeggen dat de ene mens dat veel meer heeft dan de andere mens. En waarom? Omdat het zo is. Ja, nee, niets is nou eenmaal zo. Nee, jawel. Nee, kijk, <laughs> um, voor de voetballiefhebbers, als je naar een wedstrijd kijkt, dan zie je soms een volstrekt niet creatieve, stugge verdediger, die altijd hetzelfde doet en waar je nooit langskomt die is ook wel creatief, maar veel minder... als de middenvelder waarvan je weet als hij de bal krijgt... dat er altijd iets verrassends gebeurt. Ja? Ja. Dan zeggen we, die middenvelder is veel creatiever. Ja? Klopt ook. Wat betekent, die middenvelder die is in de situatie met die bal aan zijn voet... en in plaats van dat hij datgene doet... wat vanzelfsprekend door de situatie wordt ingegeven... heeft hij de ruimte... Om op dat moment een andere oplossing te kiezen. Mm. Dat is een voorbeeld van creativiteit. Ja. Ja? Dat is precies hetzelfde als in jouw vak, en laat ik het maar voor de, voor de eenvoud houden bij gewoon schilderen. Uh, de mogelijkheid vinden om binnen het kader van het platte vlak waar je kleuren op aanbrengt, om daar iets te doen wat verrassend is, dat is niet iedereen gegeven. Nee. Ja? Je kunt ik denk dat je uh, veruit de meeste mensen wel kan leren schilderen naar de werkelijkheid. Ik denk ja, dat, dat jij... denk ik ook wel. Ja, maar dat ah, betreft ja? techniek. Ja, de vraag precies. is dan ook en de, of het kunst betreft. Maar nee, nee, precies niet. Meer. Ja. Dus de mogelijkheid om uh, mensen te leren om wat hier te zien is, omdat op een vlak... Vlak weer te geven zodat een ander herkent dat dat deze situatie is of dat hoofd. Uh, niet iedereen heeft er zin in en dat hoeft ook helemaal niet, maar ik denk dat je dat bijna elk mens kan leren. Ja. Ja? De creativiteit om in de weergave van zo'n afbeelding net iets naar voren te halen wat een eigen ju of een eigen keuze eraan geeft, dat kun je niet iedereen leren. Nee. Nou, dat is het verschil. Maar dat laatste is wat we in het algemeen dan verstaan onder creativiteit. creativiteit. Ja, precies. Ja. Ja. En dat kun je dus niet iedereen leren. Nee, want die mate om daar gebruik van te maken, die verschilt heel sterk in die individueel. En dat is door de essentie van waar we het hier over hebben, ook een eigenschap die je eigenlijk niet door een ander wordt aangegeven. Je hebt het net gehad over de voetballer die wordt gedefinieerd als zijnde meer creatief. Ja, ja, maar. Maar misschien dat, heb je daar een vergelijking niet in gemaakt nee, 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 die de vrijheid om dat te doen. Nee, precies. Nee, maar dus wat, ik ik bedoel, dat dat nee, uh, wat ik bedoel te zeggen is: de creativiteit zelf komt altijd vanuit jezelf. Ja. ja? Dus als jij. Ik weet dat je in een andere richtingen in aan het gaan bent, maar stel dat jij tekenleraar zou worden, dat mag nog steeds met jouw opleiding. Ja, moet je nog een didactische aantekening halen, geloof ik. Uh -huh. En jij moet. Een klas 3 Havo tekenles geven, dan kun jij die hele klas leren om een boom na te tekenen. Ja? Ja. Maar het gegeven of iemand creatief is, of iemand daar net die brieën of die, die, die kant aan kan kiezen vanuit zichzelf, dat moet vanuit die persoon zelf komen ja. en dat kun je niet iemand van buitenaf opleggen. Ik, ik, nee, ik, dat, dat ben ik ja? het helemaal mee eens. Ja? Absoluut, ja. Ik, bedoel, ik, denk, ik heb nooit bij jullie op school gezeten natuurlijk, maar, maar ik denk dat het, het niet wezen. eenvoudig is om op een kunstacademie iemand die niet creatief is, om die creativiteit van buitenaf aan te leren. Nee. Dat zal niet meevallen. Nee, nee, dat niet meevallen. Ik denk dat het uh, niet mogelijk is om ja. uh, de creativiteit... Ja. Ja. Uh, je kan hem stimuleren. Ja, precies. Dat ja, is wat anders. Maar het, het daadwerkelijk aanleren van creativiteit... Um, je kan handvatten geven. Ja, Daar kan iemand uh, zelf ontdekken tot een hoeverre... en op wat voor methodiek... Dus je kunt ertoe uitnodigen. Ja. ja. Maar je kunt het niet ja. aanleren. Maar wat ik dan moeilijk vind, wat je net stelt... is dat wel degelijk iedereen creatief is. Ja. Maar dat zou dan op een... Mm, uh, Hoor dat? En dat het pas... En dat, maar dat het niet bij iedereen naar buiten komt. Ja. Uh, nou, wat ik daarmee bedoel, is dat... Elk kind wat je in een ruimte brengt waarin verschillende mogelijkheden zijn, zal een keuze maken van, vanuit zichzelf om iets te gaan doen. Ja. ja? ja. Dat is dus in de basis het, iets van creativiteit. Je stelt het feit dat, dat iemand ervoor kiest om conservatief in het leven te staan. Mm -hmm. een, een vergelijkbare creatieve keuze als zijn iemand die besluit om... Uh, dus een Hanekam met dertig verschillende kleuren. Niet dat dat per se creatief nee, is. is nee, maar... dat is net zo creatief als een geel-blauwe vlag op je ja, Instagram. Okay. Maar goed, dat is je, je even, de, los van je, die misschien discussie... Even de nee, nee, maar, precies, de nee maar dus de creativiteit waardoor je eigenlijk... Kijk, en dat is wat per persoon verschilt. Er zijn mensen die het overtuigend in zich hebben om in allerlei situaties een... Heel eigen oplossing te kiezen in die situatie. Heel veel mensen kiezen in hun situatie de voor de hand liggende of de kennelijk verwachte oplossing. Ja. Dat is het verschil tussen creatievere mensen en minder creatieve mensen. Maar ook een zogenaamd niet creatief iemand heeft het natuurlijk wel in zich om een oplossing te vinden in een nieuwe situatie. Nou, Einstein had daar een term voor, volgens mij. Weet ik niet? Ja, die had het. Ik weet niet precies wat dat is. Ik heb hem wel opgeschreven. Um, uh, maar ik, heb, ik kan hem niet zo snel ja, uh, vinden. Dan, uh, maar het, 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 uh, uh, het ging erover dat inderdaad het meer over race situationalisering of zo ging. Of op een andere manier naar dezelfde zaken te kijken. Hier uh -huh. andere dingen opvallen en daardoor op een andere manier. De realiteit kan vormgeven. Ja, ja, nee, dat het is het. Ook zo. ja, dat is ook zo. En, en, en dus in zekere zin stel je dat het um, ervoor kiezen om uh, de Bijbelbeeld, als je daar geboren wordt met vijftien mm -hmm. broertjes en zusjes en je ouders die je had, dat, dat te omarmen, een zekere zin van een creatieve stap is, omdat je daarin een keuze maakt die. Nee? nee maar dat je kiest om daar geboren te worden nee nee, ben nee daar kies je niet voor. Nee, nee. ik ben wel boeddhistisch aangelegd Omdat maar je moet omarmen. er niet. nee ja, nee. Uh, ik heb het liever niet over uh, situaties en mensen die ik niet zelf ben, want dan nee, maak je okay. een plaatje ja, nee, van nee. iemand. ja nee maar uh, het, 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 om, het, om het toch een beetje vis te visualiseren. nee nee maar er zijn heel creatieve mensen die in heel conservatieve of gereguleerde uh, gezinnen en samenlevingen opgroeien. Mm. Ja? Het is niet zo dat als je van gereformeerde huizen bent dat je dan op de kunstacademie het niet waar kan maken. Het nee, is dat is ook niet, niet waar. waar. Nee, 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 maar dat is nee, niet uh, um, het verschil tussen naar de kunstacademie kunnen mm -hmm. en creatief zijn. Mm -hmm. Er zijn genoeg mensen op de kunstacademie die niet creatief zijn. Nee, er jammer. zijn ook voldoende mensen ja. van de kunstacademie afkomen die. En misschien ben ik dan conservatief. Ja? Maar ik ben wel deels van de opinie dat het een beschermde titel zou moeten zijn. het kunstenaarschap. Uh, dan niet kunstenaar zouden kunnen worden genoemd. Uh, omdat ik vind dat er een uh, bepaald experiment ontbreekt. Uh, men gaat misschien niet ver genoeg in bepaalde zin. Ja, nou, ik, 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 ken, ik ken de, intern, de ins en outs van, van jullie wereld natuurlijk niet goed genoeg om daar iets over te zeggen. Behalve dat ik... Denk dat, dat uh, de ontwikkeling die, die kunst heet, die heeft per definitie iets met vrijheid te maken. En heeft per definitie iets te maken met dat je eigenlijk pas achteraf ziet wat de moeite waard is. Mm, um, ja, dat, maar dan is het een waardeoordeel. Nee, 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 nee maar af, goed, als je daar is. Tot, kijk, nu is de schilderkunst is wat op zijn retour, omdat er allerlei andere uitdrukkingsvormen zijn. Maar de afgelopen 400 jaar is er ongelooflijk veel geschilderd. Ja. Uh, toch denk ik dat als uh, jij en ik en een neutraal iemand 100 schilderijen kijken, dat we dan ongeveer uh, dezelfde 10 eruit halen als betere kunst, en dezelfde 10 wegzetten als goedkope kitsch. Ja, ja, maar dat neemt niet weg dat de term kunst... en de term kunstenaar uh -huh. door de afgelopen decennia... Ja, ook enorm verwaterd is. Ja, ja, dat is ook zo. Als, als we de, de kunst Maar is het altijd definiëren? zo geweest? Nou, ik denk dat als je... Kijk, uh, uh, ja, de kunstenaar is tweeledig... experimenteel vooruitlopend op de zaken. Uh -huh. eh, een, een Warhol of een... Uh, een uh, of een Rembrandt in da Vinci. zijn tijd. Uh -huh. uh, en iemand die door in spiritus... Uh -huh. Dus de spirit die in jou treedt, iets kan plaatsen wat onbeschrijfelijk een element van goddelijkheid in zich heeft. Dat, en dat hoeft niet per se een visualisering van die goddelijkheid te zijn, maar er zit iets in wat niet Precies. aan te raken is, wat iets ja. met je doet. Ja. En dat is heel persoonlijk tot een bepaald vlak. Want er zijn mensen die ja. volledig ontroerd kunnen raken door iets wat ze in de HEMA gekocht hebben. En dat is helemaal prima. Ja. Maar dat we niet stellen dat dat wat in de HEMA geproduceerd of in het licht als massaproduct. Dat dat ook daadwerkelijk die kern van de kunst raakt. En um, mm -hmm. als we naar vandaag de dag kijken, dan mm -hmm. uh, denk ik dat er een um, uh, veel kunstenaars uh, in een soort van. En als je de academie doet, mm -hmm. dan ga je op een enorm persoonlijk traject. Mm -hmm. Je gaat heel erg naar jezelf kijken. Mm -hmm. Eigenlijk opmerkelijk dat daar geen psychische hulp niet naast mm -hmm, <laughs> staat. Mm -hmm. zou wel handig zijn misschien. Maar. Af het, toe wel, ja. Het, ja, goed. Dat, 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 dan komen we eigenlijk een beetje op de vraag: van wat, ja, is er een link tussen creativiteit en mental illness? Of is er een spectrum creativiteit en gekte of zo? Maar dat de, even te zijden. Um, uh, het, het hele idee dat je leert om te experimenteren met de wereld om je heen. Ja, daar is die vrijheid echt vrij essentieel in. En tegelijkertijd denk ik dat. Heel veel mensen um, uh, uh, die niet in die wereld zitten, die niet mm -hmm. dat proces doormaken, en zelfs dat ik niet weet hoe het is om het leger te zitten, en wat die discipline precies inhoudt, mm -hmm. wel heel veel video's gezien heb over het leger, videogames gespeeld heeft over mm -hmm. het leger, denken te weten wat het inhoudt, en het absoluut niet weet, mm -hmm. um, er ook heel veel mensen zijn die denken dat ze weten wat kunst is en niet weten wat kunst is. Mm -hmm. um, ik denk dat om daadwerkelijk dat er ook daardoor heel veel resources naar plekken binnen de culturele sector gaan. Nee, ik moet refracen. Want de culturele sector is niet kunst. Kunst is een onderdeel van de culturele sector. De kunst is mm -hmm. het experiment wat plaatsvindt op reactie en in relatie tot de cultuur waar je in leeft. Mm -hmm. En dat experiment kan slagen. Mm -hmm. En dan heb je de grote kunstenaar achteraf. Mm -hmm. Of het slaagt niet. En dan heb, ben je waarschijnlijk vergeten, maar je draagt wel bij aan een stroming die uh -huh. de gaandeweg steeds verandert. Uh -huh. Als je daar geen bijdrage aan levert, maar wel die resources tot je kan nemen, uh -huh. dan maak ik mij zorgen uh, als de mensen die die resources uitdelen niet een uh, definitieve stelling kunnen innemen wat dan daadwerkelijk die kunst is. En dat zie je nu veel, is dat er binnen de culturele sector. Um, er veel mensen gebruik maken van de resources die bedoeld zijn voor de kunsten en uh, daar geen creatief experiment mee aangaan, maar een reproductie van bijvoorbeeld en wat je eerder zei, superrealistisch natekenen. Ik ga doen wat er al gedaan is. Mm -hmm. ja, en omdat dat kunst is, is wat ik doe ook kunst. Mm -hmm. Maar dat wat je doet is cultuur en dus eigenlijk gewoon reproductie van een cultuur die al gevestigd is. Ja. Yeah. En um, vandaar, dat ik zou, daar, vandaar dat ik stelde dat ik het wel belangrijk vind dat die kunst, en dus ook de kunstenaar, in zekere zin bepaalde bescherming verdient. Uh, dat niet, in Amerika is het heel logisch, iedereen kan zich artist noemen. Mm -hmm. uh, en dat is in Nederland nu ook uh, zo aan het worden. Terwijl hiervoor, je, als je die fondsen wilde toeschrijven, je wel degelijk vier à uh, vijf jaar uh, verdieping moest. Mm -hmm. Hebben gedaan. Ja, weet je, ik denk dat je hier op een... Je zegt hier een paar dingen die ik... Ik sta natuurlijk buiten de kunstwereld. Um, maar ik ken, herken wel een aantal dingen. Um, je hebt natuurlijk altijd het politieke en geldgedreven probleem. Wat zich voordoet als ergens geld mee gemoeid is. Ja? Uh, uh, als ik hier een miljoen neerleg. En ik zeg dat miljoen is voor de derde wereld, de kunst of de gezondheidszorg, dan krijg ik per definitie een heel krachtenspel wat uh, losgaat om zich dat toe te eigenen. Dan heb je natuurlijk, dat geldt in de zorg, dat geldt in de militaire wezen, dat geldt in de onderwijs, dat geldt in de kunst, dat mensen daar ook belangen en carrières in hebben. Ja, iemand die uh, 15 jaar geleden met heel veel inzet uh, docent geworden is aan een kunstacademie, heeft er alle belang bij dat hij of zij de komende 30 jaar dat nog is. Mm -hmm. ja? mm -hmm. ja. Simpel. Dat geldt al helemaal voor die andere lagen. Toch denk ik dat we met kunst. Je zei een paar dingen die ik even eruit wil pikken. Kijk, van de ene kant is kunst ook een service. De bevolking. Um, ook de meest, laat maar zeggen, simpele, platte kunst, wat we dan altijd zeggen: het huilende zigeunermeisje. Als jij dat mooi kan maken en dat hangt in huiskamers en dat geeft daar troost, dan heb je iets goeds gedaan. Ja, ja? maar de vraag is dan. Is nee, het nee. kunst of is het cultuur? Nee, nou, ja, maakt niet uit. Ik, ik vind dat niet nou, zo belangrijk. Nee, nee, maar, uh, nee, maar, om... nee, maar ik vind dat eigenlijk niet zo belangrijk. Kijk, want degene die zich in de kunst aan het ontwikkelen zijn... en echt proberen om te raken wat er op dat moment te voelen is... of wat er op dat moment, dit moment altijd dit moment kan zijn... Uh, op een bepaalde manier zijn dat dapperen. En die poging die slaagt of die slaagt niet. En die poging kan mislukken door uh, kwetsbaarheden of niet ontwikkeldheden van die persoon zelf. Je zuipt te veel, of je hebt nooit fatsoenlijk leren schilderen, waardoor je veel te veel tijd ben, kwijt bent met het mengen van de kleuren, wat je gewoon had kunnen leren. Of je hebt veel. Niet een financiële mogelijkheid om uh, gewoon aan je brood te komen, waardoor je maar een uur per dag kan schilderen en de rest van de tijd mm -hmm. in de eerder genoemde HEMA aan het werk bent. Uh, dat zijn allemaal dingen. Maar ik denk dat echte kunst die ontstaat per definitie alleen in de context van vrijheid. Dus dat kun je ook niet formaliseren. Ja? Je kunt niet formaliseren dat. Ik zou tenminste niet weten hoe je dat van buitenaf zou kunnen formaliseren, anders dan alleen functioneel. Ik denk dat ik ervoor zou zijn dat uh, mensen die zich in de kunsten ontwikkeld hebben en die aantoonbaar daar een stuk tijd mee bezig zijn, ik denk dat het meest praktische zou zijn om deze mensen een, een, uh, in hun levensonderhoud te voorzien. En dan zie je vanzelf wie daar... Zeg maar maatschappelijk succesvol in worden, en dan uh, 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 als de bekende man uit, uh, uit Ootmarsum uh, heel veel uh, theedoeken verkopen, en wie daar iets doen wat aan het eind van hun leven in één keer iets heel groots blijkt te zijn, en wie gewoon hun hele leven, laat ik het maar simpel zeggen, van een bijstandsplusuitkering op een zolderkamertje hebben zitten schilderen, waarvan je achteraf hoopt dat die persoon zelf daar gelukkig bij geweest is. Ja? Ja. Maar ja, de advocaat van de duivel zou stellen dat dan iedereen daar gebruik van zou maken. Want je weet pas over als ik dood ben of het ja, waar is. Ik denk, ik denk dat het reuze meevalt als, als, als die basisvoorziening inderdaad een basisbasisvoorziening is. Dan denk ik dat er niet zo heel veel mensen zijn die. 30 jaar op een zolderkamertje blijven wonen en in een publieke schuur uh, uh, met olieverf aan de gang blijven. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja? Als je dat doet, als je dat 30 jaar doet, dan heb je die prijs ook verdiend. Ja, <laughs> ja. ja dat is ook echt zo. Ja. Um, dat dit altijd een spanningsveld is, dat is zeker zo. Ik denk dat het wel typerend is voor de Nederlandse samenleving... dat we in een overgeorganiseerde situatie zitten waarin dat bijna iedereen een carrière maakt vanuit een belang aan iets in naam, waarbij je eigenlijk niet allemaal een daadwerkelijke bijdrage levert. Uh, ik kan dat in mijn vakgebied zien, ik, heb dat, ik kan dat vanuit het onderwijs zien, met andere woorden. Een aantal decennia geleden werden in de gezondheidszorg bijna alleen maar salarissen betaald. Aan mensen die dokter, verpleegkundige of kok of uh, ziekenverzorgende waren. Ik vrees dat het op dit moment zo is dat in de meeste gezondheidszorginstellingen. er meer salarissen betaald worden aan mensen. die daadwerkelijk geen interactie hebben met feitelijke patiënten, management of overheid. Nee, maar alles. Alles helemaal gewoon. En dus, kijk, was het maar één vijand, maar daar zit meteen die andere kant aan. De hele controle, uh, alles wat in de naam, of dat het nou de zorgverzekeraars, mensen zijn. Want zorgverzekeraars, dat is niet een, een fout mannetje die op een, op een berg geld zit. Dat zijn duizenden en duizenden mensen die een, uh, allemaal achter een computerschermpje mm -hmm. hun werk aan het doen zijn. En hopen dat ze volgende maand nog werk hebben. En die allemaal het gevoel hebben dat ze hun bijdrage leveren doordat ze op een of andere manier zorgen dat er geen geld weggegooid wordt, terwijl het enige, enige wat er gebeurt is dat ze hun salaris uh, maken. En deze dat zijn geen slechte mensen. Ja, en dus punt die. Punt is dat we in de zorg kan ik het zien, in de onderwijs kan ik het zien, en dat zal in heel veel werelden zijn, dat er een ontwikkeling is waarin steeds minder mensen met de daadwerkelijke taken uit de oefening bezig zijn en dat vind ik zorgelijk. Dat vertaalt zich ook natuurlijk in het geweldige gebrek aan mensen in de techniek. Ja? Mm, ik denk mm. dat dat en dat is een maatschappelijk probleem waar het heel lastig van is om dat werkelijk te tackelen. En dat als we daar iets anders in willen, dan is het natuurlijk punt één. Uh, de kwestie dat iedereen zijn persoonlijke verantwoordelijkheid neemt. van hoe zij of hij uh, haar of zijn tijd besteedt. En dat is een doordenken hoe we weg kunnen komen uit het jijbakken verhaal. Jijbakken, wat is jijbakken? Nou, we zeggen altijd: kijk, het is natuurlijk voor mij als, uh, als medisch specialist, als psychiater. overduidelijk en heel makkelijk om te zien hoe dat de zorg in Nederland de afgelopen decennia verworden is door de toenemende invloed van management, politiek en zorgverzekeraars, waardoor eh, daadwerkelijke inzet voor mensen in hoge mate bemoeilijkt wordt. Ja? Ja. Het is eigenlijk volstrekt zot dat we in Nederland met 4000 psychiaters nog steeds wachtlijsten hebben voor mensen die psychiatrische hulp nodig hebben. Je stelt ja? in feite dat het probleem wat ik net omschreef, wat we binnen cultuur. Ja, maar ervaren, hebben we ook. Identiek ben nee, je, inclusief maar, alle bescherming. Maar wat, wat, is. wat betekent dat? Als je. Ik pak even mijn vak. Heel ja. simpel, ja. als ik weet, ik heb een eigen praktijk. En uh, ik kan, en ik ben helemaal geen wonderdokter, maar doodgewoon omdat ik mijn tijd eigenlijk alleen, mijn werktijd eigenlijk alleen aan mensen besteed, kan ik. In mijn eigen praktijk op dit moment ongeveer 100 mensen zien en in de psychologiepraktijken waar ik ook mensen zie uh, nog een keer deelnemen aan het behandelen van ongeveer 200 mensen. Ja? Stel dat alle 4000 psychiater's in Nederland ieder voor zich de behandeling van 300 mensen voor zich uh, waar zouden kunnen maken, dan kan ik me die wachtlijsten niet voorstellen. Nee. Ja? Dat wil niet zeggen dat de vrije praktijk de oplossing is van alle problemen. Maar dat betekent wel dat er iets scheef gegroeid is, waardoor ik vrees dat uh, heel veel mensen, en nogmaals, het gaat niet om mijn vak, maar ik gebruik mm -hmm. mijn vak even ja, als voorbeeld. Ja. Dat heel veel mensen niet meer bezig zijn om hun expertise direct te goeden en te gelden te maken van de mensen in de wereld die het nodig hebben. Maar dat men in allerlei andere situaties en belangen en toestanden verstikt geraakt is. En juist degenen die zich vrijgemaakt hebben om te praten over of te schrijven over hoe het zou moeten zijn, zijn natuurlijk de mensen die op dat moment natuurlijk niet. We, we zitten hier nu in de, in de avond. Ja. ja. Uh, we moeten ook zo gaan stoppen, laat ik heel eerlijk zijn, want ja. ik moet mijn vlucht naar Cambridge Dat nog regelen voor mijn zoon uh, morgen. Ja, <laughs> okay, nee maar heel ja. simpel, heel ja. simpel. Um, maar iedereen die je in, de, in het politieke circuit, in het openbare discours, overal hoort en ziet, zijn voor 90% mensen die niet uit qua wil, maar gewoon omdat het zo is, zich vrijgemaakt hebben om te praten over belangen. Ja. Nou, dat zijn dus per definitie niet de mensen die aan het werk zijn. Ja? Ja. En dat kun je. Ik heb niet een oplossing, ik zie alleen dat het zo gebeurt. Ja? Of je het nou hebt over mensen die vertellen hoe boeren moeten leven, of mensen die vertellen hoe onderwijs. Mensen in het onderwijs. Als ik, je moet eens voor de grap een week naar radio 1 luisteren en dan alleen eens even proberen te registreren. Hoe vaak er weer een of andere zeer goed bedoelende deskundige weer eens roept wat men in het onderwijs niet zou moeten. Ja. Nou, ik kan je wel vertellen dat het een hele klus is om het zo te regelen dat een kleuter in een jaar of acht zover komt dat hij naar een middelbare school kan en zich daar kan richten op iets en sociaal als wezen redelijk ontwikkeld is. En dat men aan het eind van een middelbare school. Eigenlijk voor de best, de intellectueel sterkst opgeleide 10% zo is dat ze op een universitaire omgeving uit de voeten kunnen. Voor een kwart zover is dat men op een hbo-context uit de voeten kan. En dat alle anderen een zodanige ontwikkeling hebben dat ze zich in de maatschappij zoals die is op een goede manier kunnen ontplooien en hun weg kunnen vinden. Dat is een hele klus. Ja, ja? Is de oplossing niet dat de docent dan gewoon wat minder zou moeten en zich meer bezighoudt? Dat zou ik wel zeggen, maar, op het, maar kijk, op het moment dat je dat zegt, ja, dat die, die kunnen we hier wel zeggen, maar daarmee houdt die stroom van uh, ordonansen niet op, want dat is het maatschappelijk probleem. Het maatschappelijk probleem is dat wij allemaal mondig zijn. Ik bedoel, ik zit nu voor het eerst voor zo'n ding, maar. Dat wij maatschappelijk allemaal mondig zijn en dat iedereen, ik nu hier een heel klein beetje, kunnen roepen wat we ervan vinden. Ja? En iedereen denkt dat hij er wat van vindt, iedereen roept vanuit angst en ongenoegen. En het politieke apparaat probeert dan in stand te blijven door die angsten en ongenoegens te adresseren mm -hmm. en daar dan weer maatregelen van te maken. Ja. Nou. Uh, 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 zo gaat het wel, maar zo werkt het niet. Ja? En dat is veel groter het probleem. Nogmaals, ik, 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 wij kennen elkaar langer. En ik, ik ken uit jouw leven, ga ik hier nou niet naar boven halen. dat er inderdaad hele wrange situaties zich voor kunnen doen. waarbij, ik zal het maar even zo zeggen. jouw creativiteit gewoon gekaapt is door uh, handige jongens. die uh, daar dan de gelden hun eigen kant uit afleiden. Ik zal het wel verkeerd gehoord oh, hebben, maar nee, daar komen ze wel om neer. Ik ga daar ook echt nog wel een keer publiekelijk nee, nee, zin, dat... hier, ja, over. Nee, 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 maar zeg het meer, niet over. Zo werkt het. Ja? Ja. Want wat is natuurlijk de andere maatschappelijke realiteit? De andere maatschappelijke realiteit is dat de wereld gewoon open is... en dat de weg naar geld en de weg naar macht, die kun je gewoon gaan. Ja. En degene die de weg naar geld en de weg naar macht gaan... Die gaan ook de weg naar macht en maken dus anderen van zich afhankelijk. Ja. En dit mechanisme werkt nu eenmaal zo. Ik heb daar niet een antwoord op. Het is niet dat ik nou kan zeggen van, nou weet je maar wat... Maar dat is ook de bron waarom het eigenlijk... Als je dit zo zou fixen, de zaak... Ja? Dat het automatisch weer teruggaat naar de staat waar we ons nu weer in bevinden. Nee, 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 maar dat is ook waar het echt lastig is. En dan weet ik ook, ik zal het ook zo zeggen. Kijk, um, je kunt natuurlijk zeggen dat de heer Mark Rutte... die op dit moment premier is... Dat hij uh, te glad is om aan te vatten. en dat hij zijn eigen schoonmoeder nog zou verkopen. Zover ik weet is hij niet getrouwd, maar goed, dat maakt niet uit. als hij maar op zijn plek zou blijven. Nou, prima, Mark. Sorry als je het beledigend vindt wat ik hier zeg. De essentie is dat dit niet aan de heer Rutte ligt. maar dat dat aan het systeem ligt. waarin de heer Rutte datgene doet. wat Nederland van zijn premier verlangt. Ja? Ja, het ligt dermate aan hem dat hij degene is die daar heel goed zijn weg in kan vinden. Jawel, nee, maar goed. Als het is niet alsof je... Maar ik begrijp wat je nee, bedoelt. Maar dus je hem niet als hij dat nemen, niet meer zo goed zou doen, dan ja. iemand die beter Mark Rutte zou zijn dan Mark Rutte, was dan de premier. Was dan Mark Rutte, ja. Dat is natuurlijk het probleem. Ja. En daar zitten we met elkaar mee. Dus ik, ik ben ook... Uh, ik hoop... Ik, ik, ben, ik voel mezelf wel geëngageerd. En ik hoop dat de wereld... Uh, beter wordt dan dat hij is. Maar ik heb eigenlijk steeds minder het gevoel dat het aan deze of gene kleur ligt. Ja, als we nou aan, op iemand anders stemmen dat het dan beter wordt of zoiets. Nee, dat uh, ben ja. ik ook wel met je. Maar, Bedankt voor het luisteren kijk, naar artsenvuiling. Artsenvuiling wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds, Fonds, Gemeente Enschede... en Stichting Bauerheim. Als je daar echt wat van vindt, dan gebruik ik elk podium, dus ook dit, om daar mee wat aan te doen. Ik denk mm. dat wij op het ogenblik echt bedreigd worden door het probleem wat zich in Oekraïne afspeelt. En ik denk dat alles wat je op elk niveau kan doen... om die moordmachine tot staan te brengen, dat je dat moet doen. Ja? Vanuit welke positie dan ook. Uh, dat is een vorm van geëngageerdheid. Zoals ik ook probeer om... Nou, jij kent mij dan, maar... om in principe in elk contact, zo klein als dat is... een bijdrage te leveren, zodat iemand... Misschien een heel klein beetje verder kan komen. Juist omdat ik weet. Ik bedoel voor het geval dat iemand die illusie heeft. Ik ben niet wijzer of gelukkiger of, of beter dan wie dan ook. Ja? Als dat waar was dan was ik al lang opgehouden met werken. Toch? Ja. Was er nee, ja, lang niet meer nodig geweest. Dan had je ook rijker moeten zijn. Uh, ja. Want ja. dat valt. In de, voor de echte liefhebbers. Ik rij in een volstrekt afgereden prius... waarvan ik hoop dat hij het nog een jaartje doet. Ja, is verder ook niet zielig. Maar de illusie dus van de rijke psychiaters? Uh, nee. Dus, nee. Oh, er zijn wel rijke collega's. Ik bedoel, maar je dat kunt is mijn... ook weer de weg naar de macht en het ja, geld. Ja, natuurlijk. Als jij ja. mijn vak uitoefent op zo'n manier... dat je vooral kijkt naar waar de inkomsten liggen... dan kan dat zeker. Maar goed, ik, uh, ik zag Nelson net uh, ja. aangeven... Dus dat, dat hij het warm op had of iets. Van, uh, van, de, van de tijd, inderdaad. Ja, nee, ze hebben um, dat... ja. Nou ja, creativiteit, daar zijn we niet eens aan toegekomen. Ja, 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 we, we hebben maar het benoemd. Daar um, uh, gaan we de volgende keer gewoon op verder. Dat ja, is goed. Nee, als, je, als je dat prijsgesteld wordt, dan kan dat. Ja. Maar nogmaals, mensen thuis, als u iets beters te doen heeft dan vooral naar mij te luisteren, doe dat vooral. Voor meer afleveringen ga naar www.artsafari.show en vergeet niet om je te abonneren op ons YouTube-kanaal, waar alle afleveringen van ArtSafari met video te beluisteren en te bekijken zijn. Tot de volgende keer.